leerde iets en dacht van, ik ga het anders doen. Dat is mijn motto. Al ging ik rappen, al ging ik basketballen, ik wou altijd alles gewoon anders doen. Dus als hij die verkoopt, krijg je weer 100 euro. Nog eens 100 euro. For life. For life, man. Ik heb ook een artwork voor Soulja Boy. Oeh, maar bro. Alright, we zijn terug bij Biohackers episode 27 en we hebben weer een nieuwe guest voor jullie. Een hele exciting one, het is een goede vriend van ons, het is een grafisch ontwerper. Vooral heel erg bekend in de hip-hop scene, vooral de Belgische, de Nederlandse en zelfs nog verder dan dat ook nog. Hij maakt onder andere albumcovers, event flyers en nog heel wat andere dingen is hij bezig om zichzelf in te ontwikkelen. Bijvoorbeeld hij is bezig met een architectenopleiding voor modeling, 3D modeling te gaan doen. En dan heeft hij ook nog een nieuw project aangekondigd, is dat hij eindelijk met zijn eigen kledinglijn ook nog eens wil te gaan beginnen. Yes, sir. Hij heeft al mooie dingen op zijn naam staan, zoals geontwerpt voor Bonhom en nu Hustlers. Yes, dus nu is het tijd dat je aan je eigen bak gaat. David, welkom man. Welkom. 27. Fijn om hier te zijn. Thanks om mij hier te hebben, je toch? Ja, toch? Ja, episode 27 al. Ja, dat is mijn geluksgetal. Trust. Geen reden erachter, maar... Hey, welkom. Hey David, ja man, nee, heel vet ouwe. Ik vind het inderdaad, we hebben allemaal wel een paar gesprekken gehad, maar ik vond altijd dat wij heel gauw, heel diep en echt op een ondernemingsniveau eigenlijk gingen praten. Toch? En ik waardeerde dat altijd keihard, toch? Van de mensen met wie je chillde. Ja, stond je er wel altijd uit. Sowieso. Dat is ook gewoon een beetje mijn aard, vind ik. Weet je? Sinds jongs af aan ben ik eigenlijk bezig met die shit. Met ondernemen, zal ik maar zeggen. Ik kan mezelf zien als grafisch ontwerper. Maar ik denk ondernemer beschrijft dat het beste. Mm-hmm. Waarom? Ja. Altijd van jongs af aan al met eigen projecten bezig geweest. Klopt. Ik was altijd iemand die zijn eigen richting wil gaan met dingen. Weet je? Ja. Zo van, ik leerde iets en dacht van, ik ga het anders doen. Dat is mijn motto. Al ging ik rappen, al ging ik basketballen. Ik wou altijd alles gewoon anders doen. Zie je ook in jouw stijl, hè? Ik bedoel, ja, voilà. Your own self. Ja. Altijd een fleek. Dat vind ik het belangrijkste eigenlijk gewoon. Dat is wat jou onderscheidt van iedereen. Originaliteit. Ja, en uniek blijven, toch? Mm-hmm. Uniek. Dat ik denk dat dat wel je eigen karakteristiek ook maakt. Hè? En hoe ben je dan op een gegeven moment gekomen op het grafisch ontwerpen? Want dat is nu, denk ik, wat je het meest aan het pursuen bent. Yes. Hè, dat pad. Ja. Hoe ben je daar gekomen? Ik volgde het op school. Mm-hmm. En één dag, het was tijdens Photoshop. Ik weet nog goed. Het was tijdens Photoshop, ongeveer 2016, 2014. Ik heb toevallig van de dag dat ik zelf ben begonnen, ik heb een foto teruggevonden van de opdracht dat ik die dag maakte. Oh, ik ben in het midden van die opdracht gestopt om op te antwoorden op een artwork gewoon. Op iemand die een artwork kwam maken. En ik denk zelfs één van die mensen was Evo. Is een Antwerpse artiest. Met zijn eerste dingen. Leech was met Chancy, denk ik. Oh, dik. En zo heb ik ook gelijk ook mijn eerste logo gemaakt voor een label. Dat was zijn label dan. Oh, of hun eigen dingen. En van daaruit ging het automatisch. Weet je. En hoe oud was je toen? Ik was... ik zat niet uit. Wacht, het is... ik ben nu 25. Mm-hmm. Als ik kijk, het was 2016, die tijd. 2014, zoiets. Ja. Ja. Net 18 ongeveer, ja, rond die leeftijd. Dan begin je net inderdaad ook te kunnen werken. Ik ken jou, je bent met van alles bezig. Daarom kunnen we jou niet echt bestempelen als grafisch ontwerper. Ja. Dat is wel één ding om aan te beschrijven, zeker. Daarom zeker, ja. We zijn ook, en zoals ik al zei, hebben wij het onderling een beetje besproken. Dat we misschien ook daar in een... webdesign/grafisch ontwerp. Dat zie ik apart zeker zitten. Doen. Maar daarnaast, vertel een beetje over dat 3D-ontwerp, waar je dan eigenlijk net aan in bent gaan kijken. Inderdaad, deze laatste twee jaar ben ik echt erin gaan verdiepen, zal ik maar zeggen. Ja, maar, crazy genoeg, is dat ook iets wat ik letterlijk sinds 2014, 2016 mee begon. Ik kan het allemaal speed laten zien, ik heb mijn laptop bij en shit. Ik was begonnen op DeviantArt. Ik weet niet of je dat kent, die website? Nee. Dat is eigenlijk een soort van Behance. Mm-hmm. Snap je? Ja. Dat is waar artiesten, maakt niet uit of jij tekent, of jij foto's neemt, of jij... Ik zeg maar wat video's maakt. Mm-hmm. Iedereen verzamelt gewoon op die plek. Je dropt wat jij doet. En ja,
jullie connecten, snap jullie linken. Oké, okay, het is niet echt een merchandise platform. Een soort Soundcloud of zo? Een soort Soundcloud. Een soort Soundcloud. Tumblr, kan je het daarmee vergelijken? Een beetje ook, maar dat is meer echt zo, iedereen heeft een profiel en echt projecten. Je plaatst een project van wat jij hebt gemaakt. Toch? Ja, 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 en ja. Ik zag dat en dan was like, oh shit, weet je, ik zag daar 3D mensen en dan was like, ah, weet je wat, ik ga dat ook gewoon doen. Sinds klein zijn van, ik was misschien hetzelfde tijdperk, 2014, 2016. Ik ben dan begonnen met pokeballs maken. Ik maakte pokeballs. Dat is gewoon mijn ding. Ik was een Pokémon fan toen ik klein was. Vet. Ik maakte pokeballs, plaatste die op DeviantArt. Kreeg zo meer appreciations. Maar aanstaande het Photoshop gedeelte, meer echt zo artworks maken, was meer benefitable voor mij. Waarom? Ik kreeg daar geld mee. Ja, ja. Artiest kwam naar mij, het was gewoon van stad, weet je, ik kreeg meer appreciations, ik kreeg meer erkenning, meer klanten, meer business. Maar ik denk dat het juist echt in je voordeel is dat je dan juist van je achtergrond, je chillt natuurlijk heel veel met de jongens van de buurt die dan inderdaad in de rap scene zitten. Klopt. En dan ben jij net de guy dat het grafisch ontwerp gaat doen. Klopt. Ik denk dat dat wel een hele mooie het was een stap is geweest. Het was inderdaad het gekke, want ik begon ook eerst als artiest. Maar... Zoals ik zei, ik vond mezelf zo, ik weet niet, ik had gewoon meer in mij. Ik dacht van, ik kan muziek maken, maar ik kan ook meer dan dat doen, weet je. Dus ja, heel snel begon ik al richting kunst te gaan en dingen, toch, je pikt dingen zo van Kanye West, mensen die bezig zijn met kleren en muziek en dingen, snap je dat? Dat inspireerde mij. Ja. Dus ja, ik dacht van, ik kan niet alleen maar blijven rappen, joh. En het gekke was, na een tijdje, die dingen overheerste rappen gewoon. Dat is ook de enige reden waarom ik ben gestopt. Het is gewoon van, rappen benefit mij niet echt. Ik doe het graag, weet je, love en zomaar. Ja, maar ik denk, als het een passie is, uiteindelijk, je moet er ook heel veel in rap zien. Nou, zoveel tijd en moeite in steken uiteindelijk. Zeker, het is niet zeker. Echt iets wat je on the side kan doen. Helemaal. Maar je hebt dan wel die connecties gelegd. Hè? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Connecties gelegd. Daarom was het ook gewoon makkelijker om met mensen te werken. Ze kenden mij een beetje al. Voorstellen was ook gewoon makkelijker. Soms, die mensen kennen mij, dus ze backen jou als ze jou gaan voorstellen aan iemand anders. En zo'n ding is. En noem eens wat projecten op dat je hebt gedaan. Je hebt ze net voor de episode wat genoemd, maar ik vind het wel vet, toch? Snap je van welke artiesten? Gekke projecten die ik echt wel zelf trots op ben, is Daryl Cole. Ik heb een lyric video gemaakt voor Daryl Cole. Shit. Die was toen getekend bij Sony, dus dat is crazy. Ik krijg gewoon een Sony-contract. Welke song, hoeveel streams heeft hij nu zoeken? Kom, ik ga die laten zien. Dat is misschien maar. We kunnen hem hier opzetten, dan is Daryl Man. D-A-R-R-Y-L. Dat is met zo'n roos. Ik heb echt veel dingen gemaakt. Het is moeilijk om titels te onthouden. En dan even op YouTube. Hij gaat ook wel hard nu, hè, Daryl? Ja, maar hij heeft ook echt veel streams, hoor. Dat is niet normaal. Is dat wel? Goed nachten, van dat video. Dit is... ga eens naar video's. Quality production. Dat is al een tijdje terug, toch? Daar is het, Out of Control. Out of Control, ja. Yes, 5 jaar geleden. De lyric video, doe maar de lyric. Deze, 36k. Wanneer was dat? 5 jaar geleden. 5 jaar geleden. 5 jaar geleden, 28k, zo. Zo, dat is letterlijk opnieuw een van de eerste dingen dat ik deed. Lyric video's. Ik wist eigenlijk niet eens wat ik deed. Maar I was like, I'm gonna find it when doing it. Dat is ook het belangrijkste. Ik zeg iedereen daar met een fucking idee. Doen. Gewoon doen. Ja, toch? Je vindt je weg wel. Ja. Als het voor jou is, je vindt je weg wel. Je gaat opstaan. Het komt allemaal goed. Maar als je het niet doet, Dan komt er sowieso niks. Mensen zien nu de lyric video, maar ik heb... je zegt het is 5 jaar geleden. Ik heb nu ook al nieuwe lyric video's van jou gezien. Die zijn al een stuk advanced. AJ, ik ga niet liegen. Shout-out naar AJ, man. AJ Zakken. AJ Zakken. Nog steeds onderschat dit niet. Ik ben ook bezig geweest met clips, maat. Ik heb mezelf de tyfus ingescholden, omdat ik fucking elk ding moest natypen. Ik werd helemaal gek, toch? Met gewoon subtitles te maken, bijvoorbeeld podcastclips. Dus dan als je dan dit ziet, denk ik, dit is echt al wel... Ja. Uiteindelijk is het, 5 jaar geleden, maar het is nog wel al wel... Ik denk 10 jaar geleden heb ik ook de karaoke subtitles gedaan voor Paradise on the Dashboard van Meatloaf. Ik zweer, mijn moeder had toen een YouTube-account. Denk 10 jaar terug, 12 jaar terug. Mm-hmm. Wie de fuck had een YouTube-account, toch? Mm-hmm. Zij had een YouTube-account met karaoke-lyrics... Van allemaal bekende liedjes, toch? En in haar vrije tijd zat zij dan heel die... En ik heb er toen ook eentje gemaakt. En dan moest je letterlijk gewoon lyric voor lyric inderdaad zinken met de muziek en zo.
En dan, ja, dan ging dat ook nog eens, werd dat, er waren witte lyrics die dan geel werden wanneer dat er dus stak werk in. Ja, ja, dat ja, ja, en zo. Daar hebben we nooit iets van gezien, toch? Nooit veel van verdiend. Ja. Maar dus we hebben allemaal wel lyrics gemaakt. Ik heb ook lyrics gemaakt. Maar niet zo'n video's, hè, maar dan eerder op Genius. Gewoon 1-1 bars. Is gewoon helemaal uitgeschreven. Helemaal uitgeschreven. Ja, ja, dat is moeilijk. Ik heb lyrics geprovided. Je hebt heel die Hef-album gegeven. Ja, ik heb ook Hef gewoon dingen inderdaad. Je krijgt daar zo punten voor op Genius, toch? Ja, ik krijg je punten voor, maar ik weet niet hoe dat werkt of zo. Ballen op Genius. Het was eigenlijk gewoon voor mij eigen, toch? Dat ik mee kon zingen. Ja. Nee, maar die van mij, kijk, deze zijn al mooi, toch? Die van mij waren gewoon beneden, witte lyrics die geel werden en zo. Ja, ja, ja. Echt zo lang geleden. Echt zo karaoke meegaan met bolletjes. Ja, precies. Ja, 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 ja. Ook Apollo, we hebben allemaal lyrics gemaakt. Ja, iedereen was een kraas om te vroegen. Ja. Oké, Daryl Cole heb je meegewerkt. En welke was je nog heel trots op? Ramzi. Ramzi. Dat zijn allemaal grote artiesten geworden nu. Ik heb een beetje voor Skit gemaakt. Dougie, maar... Skit. AJ Zakens opnieuw. AJ Zakens was een van mijn favoriete projecten. Mm-hmm. Ik zeg je eerlijk, ja. Dat is iemand, ik kan er gewoon goed mee werken, weet je. Open-minded guy. Ja, altijd ready om iets nieuws te doen, out the box, weet je. Niet te mainstreamen. Dat zijn weer mijn Hij is echt recht, recht toe, recht Let's af go. Inderdaad, inderdaad. Ja. En hij weet ook zo, hij heeft zo'n mooi beeld van wat hij wil, weet je. Ja, dat vond ik ook van hem. Hij heeft altijd wel zo, als hij iets wou of zo, ook met qua track of zo, hij heeft altijd wel iets voor zijn visie, toch, hoe het is. Exact, en als mensen komen met input... Hij gaat er wel voor werken, maar hij heeft echt wel selectief in zijn keuzes. Exact, toch? Ja, nog steeds wat hij toen deden met in de tijd, hè, met ISP. Mm-hmm. En AJ dan die 10 Crack Commandments. Alleen dan hun versie, maar. Crack Commandments? Ja, nee, de 10 Commandments. Oh, Commandments. Het was een Crack Commandments. Ja, is het niet de echte Biggie song is met 10 Crack Commandments. Hij is zeker een grondlegger. Basically, de 10 regels waar elke dealer zich aan moet volgen, toch? Maar hij heeft die gewoon compleet geremixed in de stijl dat Biggie die heeft gedaan. En ja. Is hard, toch? Ik bedoel, vooral die energie die hij brengt, ja. Ja, maar hij komt echt met andere energie. Als AJ de kamer binnenwandelt, jij snapt dat hij er is, toch? Dat moet ook een beetje, weet je? Dat is de belangrijkste element voor artiesten, vind ik. De energie, man. Kom jij insecure over, gaat iedereen die insecureness voelen in jouw bar. Ja, in die tijd in Violentia, daar bij het Stuivenberg gebouw. Ja. Daar was het ook vaak apparent, toch? Crazy tijden. Daar heb ik jou ontmoet eigenlijk. Ja, inderdaad. David was daar de guy die basically, als ik mij moet als leek, als buitenstaander moet beschrijven, kwam ik daar binnen. Toch? Je had een eigenaar, Matthias, denk ik. Ja. Dan. Ja, de eigenaar van die hele shit was, dan had ik samen met Steve had daar een beetje een booth gebouwd. Yes, ondertussen was heel snel een mooi zaakje daar runnen. En David was altijd daar, maat. Hij was altijd grindende. Hij maakte, hij deed alles basically voor mensen gewoon. Hielp mensen, snap je? En dat laat echt jouw karakter zien, maat. Oh, ik heb daar ook gewoon opnieuw veel connecties gemaakt. Met veel artiesten. Dus dat was voordelig voor mij. Werken met Violentia? Dat is zo belangrijk, toch? Om die connecties te maken. Want daardoor heb je dus uiteindelijk ook wel mooie projecten nog kunnen realiseren. Toch? Ja. Dus van albumcovers naar logo's, flyers, dat je allemaal... Naar zelfs zalen. Ik zeg iets. De Roma bijvoorbeeld. Zalen? De Roma heeft mij benaderd, bro. Het was gewoon een tijdje. Je gaat gewoon op Turnhoutse baan. Je zit gewoon made by Phenomen Designs, bro. Ik ben aan het tranen laten. Joey Badass is bij de Roma geweest. Ja, klopt. Crazy. Ik was niet daar. Toch wel, ja. En hoe heb je dat dan gedesigned? Hoe het van binnen eruit ziet? Of hoe het qua entertainment schermen eruit ziet? Het was meer ook een flyer gewoon. Mm-hmm. Maar het was echt gelinkt aan een soort van optreden. Het was voor Rabba Voodoo. Hij is een danser. Ja. En ik heb eigenlijk meerdere series voor hem gedaan ook in één keer. Maar die was een van de grootste series. Dus ik was ook gewoon eigenlijk verrast dat hij naar mij kwam. Want hij kon even goed gaan naar een big ass designer. Ja. Maar hij kost voor loyalty. En hij heeft me echt geblest. Ik mocht dan een flyer maken voor de Roma. Waardoor ik ook gewoon gratis op die evenement mocht komen. Ik was erbij bij de promovideo van die evenement. Ik zag echt delen van Roma die waarschijnlijk de meeste mensen niet zien. Snap je? Dus dat was like,
Blijf stappen. Ja, maar dat is leuk aan een professionele wereld. Wij beginnen dat nu ook te merken zeker, met het bedrijf. Zeker. Wij beginnen nu ook zo dingen te benaderen. En wij worden op een gegeven moment ook uitgenodigd voor bepaalde events nu en zo. Dat je ook denkt van, oh shit. Wij gaan vrijdag gaan we naar de VIP van de zaalvoetbal van Antwerpen of zo, toch, snap je? Ja, het zijn kleine dingen, toch? Maar snap je? Zo kom je op een gegeven moment. Hoezo heeft zaalvoetbal van Antwerpen VIP? I don't know, toch? Daar gaan we zien. Maar ja, daarom, dat is wel tof, toch? Dat je ineens op plekken komt waar je normaal gezien, hè? Als je misschien jonger en nog in een heel andere mindset. Is dat precies aan een droom? Dat zit echter. Helemaal open en opeens is die daar. Dat is wel vet om mee te maken, toch? Dat is inderdaad crazy. Maar wacht, wat is dan de leukste evenement of de leukste ding dat jullie tot nu toe hebben meegemaakt? Is dat je echt voor jullie... Goeie vraag. Was, dat zeg maar voortgevloeid is uit het bedrijf of... Wat van jullie business is gekomen, zal ik maar zeggen. Ja, dat vind ik, dan moet ik graag Villa Loes zeggen. Ja, inderdaad. Dit is als onze eerste klant en ook meteen mentor. Degene van wie we hier het pand ook ter beschikking stellen. Die man heeft een resort in Marbella en daar hebben wij dus onze eerste bad mogen plaatsen. Crazy. Dat project naar daar, het hier bouwen, het naar daar brengen met de auto, het daar plaatsen, het daar beseffen. Het hele avontuur. Uiteindelijk dat bad stond daar met vallen en op dat bad is de lucht ingegaan met de lift. Ergens op de top van een berg, weet je wat, bro. Toen dat uiteindelijk stond, ik zweer het, ik heb een traantje gelaten, man. Omdat ik was van, wow, ik ben zo fucking trots, weet je wat. Hè? Dat wij hier nu staan, dat is echt crazy. Ja, besef, we hebben gewoon een hele week in Marbella gezeten. Zo. En wij hebben... Ja, ik overdrijf niet 5 minuten op het strand gestaan. Letterlijk. De rest was het naar resort, Bauhaus, tankstation. Niet vergeten, want anders komen we leeg. Sorry Lilian voor je auto. Zelfs dat is nog gebeurd. We kwamen net zonder benzine. Dus... Net toen we een afspraak hadden met mensen boven. Heel avontuur. Maar echt toen dat bad daar stond, dat is zo mooi, toch? Als je zo een project dan uiteindelijk waar maakt. En dan zit je ineens met allemaal mensen rond tafel dat je denkt, all your hard work paid off. En it's just the beginning, toch? Snap je? Voor jou ook, denk ik. The sky is the limit. Precies, echt nog veel verder, toch? Snap je? Het is... Ja, ik vind ook bijvoorbeeld overlaatst, maar ben jij, dat is ook mijn nummer 1 toch wel. Maar wat ik dan ook wel mooi vond, is dat we vorige keer ook eigenlijk aan tafel zaten met een heel projectontwikkelaar en zo. En dat we eigenlijk... aan de grote tafel zaten met de grote mensen eigenlijk, toch? De interieurarchitect, de waterspecialist. Ja. Iedereen kwam erbij, toch? De eigenaar van het hele wellness center. Okay, op die moment besef je ook van, shit is getting real. Besef deze, die gast, die eigenaar, toch? Hij had nog een compagnon, eigenlijk degene die met het geld kwam. En die gast stond ook ineens naast ons. En dat is zo De Bruin, hoe heet dat nou weer? Ja, ik kan ze. Ja? Zeg maar. Nicolas De Bruin. Nicolas De Bruin. En ik herkende zijn hoofd. Ik zei, ik heb je sowieso al ergens gezien. Uiteindelijk, ik ga zo naar huis. 2 dagen later krijg ik weer die advertentie. Dat is gewoon zo die guy die zo advertenties gooit op internet. Toch? Ook zo van, of ja, hij doet heel veel andere shit, maar hij legt ook uit hoe dat hij zijn geld heeft gemaakt. En daar kreeg ik dus advertenties van op YouTube. Dat is een business. Vandaar ken ik hem. Hij is ook op Sky's Limit geweest. Maar hij zal veel meer doen. Hij doet een stuk meer. Ja. Maar daar zag ik hem van, toch? Dus ik zeg, nou, ik zo, wow, dat is niet fuck? Dat is een guy. Net op mijn iPad. Nee, maar daarom, dat is wel gaaf, toch? Dat je nu ineens op plekken komt waar je normaal niet komt. Want je had ook iets voor een festival gedaan met Lijpen, bijvoorbeeld? Of voor het evenement? Yes, het was Lijpen die naar dingen kwam. Naar Zappa. Zappa. Hey, dat is in Zuid, denk ik. Mm-hmm. Met Colonel Silvertop, zo. Die kanten. Dus, het was gewoon een zieke optreden. Wel, leuk optreden. Het was een beetje slecht afgelopen, maar ik heb de flyer gemaakt. Snap je? Ik heb de promo gedaan. Mijn deel was afgelopen. Yeah, I did my job. Ik heb hem ook nog kunnen zien. Dus man. Perfect. Blij. Het nice ook aan wat jij nu doet en waar je naartoe kan scalen, is ook dat je basically jouw werk overal op de wereld kan doen. Yes. En dus ook naar Marbella kan gaan, daar een weekje basically de scene gaan checken,
connecties leggen en dan na een tijd gaan hun jou gewoon remote van zeg maar opdrachten kunnen sturen en kan jij voor hun ook in Marbella flyers maken. Ja, ja, ja. Ik probeer nu inderdaad zo meer te netwerken, weet je. Ik heb de work, ik kan artworks maken, maar nu het ding is voor mij opnieuw gewoon vindbaar zijn. Wow. Dat mensen jou kunnen bereiken. Voor jou, jij moet echt BNI beginnen, maat. Nog niet meteen als persoon zelf, want dat is wel 2000 per jaar, maar gewoon ga op bezoek. Ga als vervanging bij Charlie. Bespreek daar zoveel mogelijk af. Ga bij anderen. Mm. Snap je? Begin gewoon al met die bezoekdagen. Ja. Bro, jij weet goed genoeg hoeveel... Het zou werken, maar ik denk wel... Het is wel omdat je zegt... Hey, werkt wel voor artiesten en zo. Dat zie je daar vrij weinig, toch? Mm. Dus oké, je gaat het... Maar dat hoeft niet per se precies, te zijn. Je kan voor iedereen een flyer maken. Kan voor iedereen. Ja, dat je evenementen. Is wel waar. Daarom. Is uiteindelijk wel waar, toch? Ja, uiteindelijk gaat dat wel... precies. En je kan mensen undercutten, want in die businesswereld hebben die allemaal businessprijzen, de meeste mensen toch. En als jij daar binnenkomt en jij basically bent gewoon real met die mensen en zegt van kijk, ik kan als dat werk een half uurtje is, dan betaal jij een stuk minder. Ja. Snap je? Je kan jouw verkoopspraatje zeg maar schedulen hoe dat je wil, maar er is sowieso business daar. Ik heb één keer kaartjes laten maken bij een grafisch ontwerper. Ja. Broeder, nooit meer dat ik dat bij zo'n gast laat doen. Toch? Nu is het iemand anders. Dat is niet zo'n grafisch ontwerper, toch? Waar we die nu laten maken. Maar die guy waar ik die eerst had laten maken, had eerst allemaal beloofd, ja, kaartjes komen eind van de week, zijn er deze en deze kwaliteit, dit en dat. Uiteindelijk, die waren veel te laat. Die waren, was voor een event dat ik ze nodig had. Waren er niet op tijd. Zagen ze er niet uit hoe ik had verwacht. Kreeg ik de factuur. Was het iets van €350 voor 200 kaartjes of zo. What? Ik denk, bro, what the fuck heb je nou net gedaan? Ik heb hem letterlijk zelfs heel het design doorgestuurd. Van zo moet die exact zijn, zodat je niks moet aanpassen. En nog steeds heeft hij al die kosten aangerekend, toch? Snap je? Dat was echt, crazy. Echt genaaid, toch? Dus of undercutten, dat kun je makkelijk doen. Want ja, die ontwerpers, die gooien maar zomaar iets. Ja. Zeker. En jij doet alleen het ontwerp, toch? Jij hoeft niet die kaartjes nog af te drukken, want dat was de main concern met die kaartjes, toch? De afwerkingkwaliteit. Op dat vlak, ik zeg je eerlijk, ik verdiep me er ook in. Ik doe dat niet zelf, maar wat ga ik dan wel doen? Ik ga connecties zoeken. Van, jij doet het? Cool, dat is wat ik keer. Ik maak artworks en flyers en zo. Als ik heb een klant, weet je, ik schakel die door naar jou en jij schakelt door met mij. Zo doen ze dat allemaal. Ja. Toch? Niemand heeft zo'n gekke, weet je hoe duur dat is, zo'n kaartjesmachine maken, bro. Dat is fucking duur, hè. Dat stuur je allemaal naar een gigantische drukker toe, op grote oplages. En daarom duurt het ook altijd een week, want die hebben vaste drukdagen, toch? Het is niet, die kunnen dat zelf op een printer doen, daar eruit. Nee, want dan kun je alleen dit soort kaartjes maken, weet je wel. Dat slaat nergens op, toch? Nee, je moet echt die goede kaartjes, dat is altijd bij een drukker, toch? Sowieso een HP Enigma. Zoiets, een gekke ik heb zoiets gewerkt, alleen zo'n stage gedaan bij zo'n drukkers. Ik zeg eerlijk, die machines zijn 10k, bro. Bro, dat is een snap, plastificeerder, ik weet niet, dat zit alles in één. Dat zit alles in één aanbouw. Oké, cool. Je zet er maar een nulletje achter, man. Ik denk dat je echt wel... misschien laat het 50 of 60k zijn. Hoor. Ja, die grote machines wel. Echt wel. Zijn echt, die kun je echt heel ver in gaan. Wel een goede investering, though. Goede investering is ook zoiets waar ik aan had gedacht van, als ik later genoeg verdiend heb, ik heb alles gedaan, zou ik misschien drukken. Waarom, bro? Waar ik het stage had gedaan, die man, dat heeft me echt geïnspireerd. Die drukte op alles. Letterlijk alles. Hoeveel jaar geleden is dat? Dat is nog vroeger. 2014, 2013. Zo van. Echt op school, gewoon toen ik op school zat, gewoon in middelbaar. En wat me echt inspireerde, die guy drukte op alles. Op auto's, op containers, op kleren, op de grond. Hij maakt zo die stickers toch, zo van die pijltjes die hij op KBC misschien vindt, die hij zo de weg wijst en zo. Hij had gewoon de gat in de markt gewonnen om alles te drukken, bro. Ja. In alle verschillende soorten materialen. En ja, man, dat is crazy. Dat is me altijd bijgebleven. Hij is zo uiteindelijk in contact gekomen met een of ander designer, ik weet niet meer wie. Maar hij mocht gewoon drukken. Hij mocht gewoon drukken en hij kreeg gewoon geld. Ja, maar er is werk zat toch? Iedereen moet dingen afdrukken. Klopt, ik denk wel dat de digitale wereld wel daarin gaat overnemen. Ik denk dat het lange termijn misschien niet meer de investering waard is, toch? Maar ik denk dat nu, er is een verhouding mee. Je hebt nog veel
oldschool people nog op de markt, toch? Die even nog van de printtijd zijn en zo. En die hebben toch nog liever, hè, ook al is alles gewoon via mail of iets of zo, toch? Soms in documenten of zo, het liefst op papier. Ja. Ja, maar dat soort basic documenten worden altijd gewoon op een printer afgedrukt, toch? Echt zo dat speciaal echt van die drukwerk. Echt speciaal drukwerk. Jawel, toch? Maar dan wordt dat wel gedaan, maar minder. Er gaan meer en meer schermen overal hangen, toch? Schermen. In plaats van waar je een poster kunt hangen. Maar ook verpakkingen en zo moeten ook bedrukt worden. Je moet denken bijvoorbeeld grote bedrijven. Ja, grote bedrijven die zo containers of zo wagens hebben of zo van die, ja, ik weet niet, van die werkmachines. Die willen altijd allemaal hun logo, hun super groot op dat ding hebben. Ook gewoon op hun camions en zo. Dat gaat nooit weg. Een bedrijf wil altijd zo branden. Die wil altijd gewoon shine in elke ding. En dat is, bro. Ja, man, dat is geld. Net zoals hij zei, die pijlen op de grond bij de KBC, die gaan ook nooit weg. Nope, die maken gewoon nieuwe stickers. Tijdens corona heeft die gast waarschijnlijk gekke business gehad. Ja, bro. Anderhalve meter. Bro, like, zelfs, dat is in Stabroek dan waar die stage deed. En ik weet niet waarom, maar ze hebben een raar cultuur daar. Zo, ik weet niet, zo ganzen af, hun hoofd afhakken of zo. Dat is really a thing. Dus iedereen in Stabroek, Ekeren, ze hebben allemaal zo buurten. Die verkleden zich als ridders en die gaan iets slapen. Ja, bro, like, don't ask questions. Dus, I don't know why. Ik weet niet, je moet eens opzoeken of ganzen of kippen of zo. Ganzen slachterij. Ja, bro, dat is echt een rare. Ganzenrijden. Ganzenmoord. Ik weet niet, bro. Like, die verkleden zich als ridders of whatever en al dingen. En dat is meer echt dan alleen traditie. Je ziet, dat is een groot ding. Okay. I don't know. Hele gekke website. I don't know why. Of, ja, zie, kijk, zo shit. En die dingen, zit je die foto's daar? Ze hangen daar in het groot, bro. Alsof jij Romeo Lukaku zijn. Nee, maar echt, ga maar naar Stabroek en zo, bro. Dat is een serieuze ding. Het is een grote, zoals als carnaval. Die spandoek op zichzelf, die grote, die kost daar veel geld. Laat staan het drukken erop. Tuurlijk. Dat is de laatste ding in die wereld. Je gaat inderdaad al heel ver. Heel veel dingen. Ik heb er echt wel over nagedacht. Ik heb zo shit geschreven. Ik heb zo'n apart notitie op mijn iPhone. Elke keer dat ik een idee heb, bro, ik schrijf het op. Dus gewoon een idee waar ik mee iets kan starten, een business mee kan starten. Ik schrijf het op, bro. Maar dat is slim, toch? Snap je? Want je moet dat ergens dat zaadje kunnen planten en het moet kunnen gaan bloeien, toch? Snap je? Maar als je alleen maar in... Okay, sommige mensen kunnen het alleen maar in hun hoofd hebben, houden en het zo laten zieden, toch? Maar het is altijd beter om het fysiek te maken, toch? De eerste stap is het opschrijven, toch? Dat is de allereerste stap. Klopt. Ik weet ook nog dat wij een blad pakten en opschrijfden, toch? Oké, wat gaat de naam zijn? Wat gaat de logo zijn? We beginnen met tekenen, toch? Snap je? Zo is het begonnen, zo zet je het echt neer. Zal dat allemaal in ons hoofd zijn? Ja, dan waren we nog lang niet waar we nu waren, toch? Echt begonnen met die eerste... En ik geloof ook wel van dingen echt in de fysieke wereld brengen. Mm-hmm. Dat manifest ook weer shit, toch? Ja. Als jij echt iets gaat opschrijven, of als jij elke dag op jouw whiteboard voor jouw bed iets ziet staan, dan ga je dat na een tijd ook aantrekken. Klopt. Omdat je subconsciously ga je daar ook mee bezig zijn, ga je bepaalde decisions, zeg maar, nemen met dat specifieke ding in achting, zeg maar. Mm-hmm. En dan ga je ook vanzelf jouw pad carven naar dat te bereiken, toch? Ja. Wat heb jij nu op je... Purple Belt, mate. Purple Belt en Hunting License. Wow, tijd gaat snel. Tijd gaat snel, hè? Ja, inderdaad. Het is al bijna april. Dat is een jaar en toch? MMA fights. En die heb ik nu dit weekend, 3 en dan volgende maand mei. Of in mei, 27 mei weer. Je hebt fights. Ja. No way. Film ze. Ja, kom. Cameraman? Ja, die zijn daar wel. We gaan wel spelen. Ja, maar ik neem ook gewoon een iPhone mee en ik steek die daar gewoon iemand zijn hand. Zo. Film even. Voor jezelf een beetje feedback en zo. Ja, daarom. Dat is goed. Ik zeg, de laatste fight heb ik eigenlijk... Pas vorige week terug, voor het eerst teruggekeken. Fout maken. Fights analyseren. Maar die fight toen was ik echt fucking 60%, maat. Kun je met fights hier eigenlijk nog geld maken of echt iets braken in België? Kijk, nu dit toernooi, als ik dat win, maak ik €500. Wat? Snap je, dat is gewoon amateurs toernooi en ik pak al money. Maar enkel als je wint. Maar normaal gezien, nee, pas als je echt pro bent en goed. Er is er eentje, denk ik, Jan Kweekmeijers. Die is zo pro en die fight voor... Bellator, als ik me niet vergis. Een Belg. Bellator. Ja. Crazy. En die zal al wel wat geld maken. Die heeft ook een podcast, trouwens. Shout-out Oeps en Bakkes. Oeps en Bakkes. Leuke naam, wel. Maar hij maakt een beetje geld. Nee. En Alain Neder, dat is misschien tweede best. Of ja, er zijn er wel... Je hebt
Je hebt nog twee andere guys richting Kortrijk en eentje in Brussel. Dus er zijn vier, zeg maar, goede Belgen en we maken nice. Wereldtop. Alright, alright. En nu de prize pool 500, verdelen onder drie of enkel de winnaar? Ik denk de winnaar. Ik denk alleen ik. The winner takes it all. Allee, ja, ja, beste. Allee, ja, dat is het wel. Dat is het beste. Je hebt al gewonnen. Ja, maar wel. Geen grip op even, dat komt goed. Ja. Nee, sowieso man. Nu ben je zoveel meer ready dan dat je was bij jouw eerste fighter. Daar waren de odds zo stacked against you. Dat is niet besef, ik had letterlijk 7 dagen voor de fight, had ik zo'n glas, maar eigenlijk nog zwaarder en met cement en zo, had ik recht in mijn gezicht gekregen. Hier een huge cut, snap je? Die cut was nooit dicht tijdens de fight. Eerste ronde, die cut is al open. Ja, knie was gefucked. Knie was fucked, snap je? Alles, alles zat tegen. De dag van de weigh-ins, ik moest nog 2 kilo cutten. Elektriciteit valt uit, maat. Helemaal sauna naar een vriend verhuizen en dan daar weight cutten om dan naar de... Bro, alles zat tegen. Alles ging fout daar. Crazy. Nog, had ik hem 2 keer, tweede ronde had ik hem in submission, derde ronde had ik hem niet om bij de smash. En bel gaat het. Save by the bell 2 keer en 2 keer verloren. Eerlijk, ja. Volgende in principe. Ik vond wel dat ik hem uiteindelijk, als ik hem terugkeek, punten wel gewoon verloren. Nee, ik ga niet moeilijk doen. Nog steeds crazy dat je daar stond wel. Dat is tough, bro. Ik zeg je eerlijk, voor mij, het moeilijke is niet eens de box of... Nee, het is de mentaliteit, bro. Mm-hmm. Crazy. Je moet van binnen al sterk zijn, bro, voordat je... Ja, zeker in de ring, toch? Want dat vond ik wel ziek, want ik weet hoe hard en hoeveel jij traint, toch, snap je? En om jou daar zelf zo nog een beetje zo nervous voor te zien, was wel zo god damn, die shit is echt legit. Ja, dat is niet easy, man. Moet je echt ready as fuck voor zijn. Ik kan me niet voorstellen, zit mij in de ring, kijk, cool, ik ga jou nog slaan. Als ik boos ben, ik denk niet over na, maar zo nuchter gewoon, haal het uit, ik ga je zoiets klap krijgen. Broer, haal het uit, bro. Kun je gewoon die motivatie? Andere mentaliteit, Je moet gewoon verstand op nul. Je moet echt switchen van, oké, ik weet, snap je, het is nu over 20 minuten ben ik hier doorheen, maar what the fuck dat hier gaat gebeuren? You got no idea, maar ik ga er het beste van maken, toch? Dat's warrior mentality. Dat is echt gewoon prepare for the fight. Snap je, best case scenario is na 30 seconden heb je hij guillotine, rear naked choke, hij taps, klaar. Dan moet je nog 2 fights. Maar... worst case scenario was laatste fight, toch? Eerste ronde gaat slecht. Momentum, bro, die momentum voel je zo hard, maat. Na 30, 40 seconden, als jij een paar dingen doet, dan gaat niet goed. En zijn shit gaat wel even goed. Die momentum ineens, die switcht helemaal. Jouw energy gaat naar beneden. Je hebt een zieke adrenaline dump. En ga dan nog maar eens 2 rondes terugvechten om te winnen, snap je? Ik ben helemaal exhausted. Ook. Anders, dat is de moeilijkste, zeg maar, pad, laatste fight, toch? Maar zelfs dan, maat, ik kom daaruit, ik heb niks gebroken, ik heb niks, ik had die cut al, dus die cut hebben ze toen wel genaaid. Ja, dat mocht niet voor de fight, toch? Nee, want anders zagen ze dat een cut was. Als dat genaaid werd, dan zou ik niet mogen fighten, dus ze hebben dat zo gelijmd, maar dat was in de sauna al losgekomen. Ja, dus echt alles stacked against you. Nee, odds stacked against you. Moeilijk. Daarom, dit weekend... Daarom, en uiteindelijk was het veel beter. Of ja, is gewoon... Achteraf gezien heb ik er meer uit geleerd dat ik verloren ben. Dan moest ik gewonnen zijn. Leren van die los, van die losses. Die zijn veel valuable. Valuable, dig. Way more valuable. Well more valuable. Exact. Hey David, maar je zei dat je ook wou beginnen met je eigen kledinglijn. Juist. Begin dan misschien, vertel daar eens wat over. Dat is de bom, denk ik. Ja, ik denk dat ik een niche heb gevonden voor mijn kledinglijn. De ding is de reden waarom ik dat niet eerder deed. Ik vond niks dat zo ging uitsteken of uniek was. En ik denk dat ik het nu wel heb. Maar ik ga de naam nog niet zeggen, maar ik kan je wel zeggen, de visie waar ik op aan mikken ben, is omdat ik door heb, iedereen haalt van designer, weet je. Iedereen wil erbij horen en al die dingen. En ik wil dat een beetje verbreken. Als ik dat kan verbreken, heb ik iedereen aan mij kent. En je hebt al wel andere projecten gedaan ook. Yes, ik heb andere projecten gedaan, onder andere Bonhomme, Hustlers, Eternal Marchcraft, dat is voor... dat is voor Malik. Maar hij is lekker. Malik, als je dit hoort, start die shit, man. We hebben te veel gedaan. Yeah. Malik, start die shit. Start die shit, man. Malik 32. Yeah, exact. Start die shit, man. Let's go. Do it. Nee, we expose hem nog even. Dat moet. We staan al 5 jaar stil. Hey, maar hij is ook echt een goede beat. Yo, top 5.
formaat top. Tobias, hij is nummer. Nee. Nummer 3. Ik ga eerlijk zeggen, zelf als beatmaker toch, was dat toch wel een guy waar ik echt naar opkeek. Ook hoe ver dat hij al stond toch. Die stond altijd wel zo trapjes hoger toch. En was al way more ervaring echt al bezig ook van voor. Zijn sound vooral. Hey, ja, zijn sound uniek. Stuur deze clip naar hem door, man. Ja, blauw hoor. En dan hoort hij, ik ben nummer 2. Wat, David? Kijk, het ding is, de nummer 1 is eigenlijk basically al... Ja, ik weet niet, dat is eigenlijk zijn eigen leerling, man. BNPS, man. BNPS pak voor mij nummer 1. Dan heb je nog Jasper. Ik kan Oh My God Kimbo er niet uitlaten. Wow, Kimbo. Shout out Kimbo. Episode 7. Let's go. Kimbo is ook zo iemand die echt een presence heeft, man. Paard, man. Werkende. Ja, paard. Dat ook. Ik slaap wanneer hij... Ik ben soms aan het slapen. Ik word lekker. Ik ga op Instagram. Ik zie die man is aan het werk. Like, Kimbo is live. I ain't ready for this life. Ik haal van mijn slaap. Ochtends in studio. Bro, weet je wat, ja, bro, ja, voor zo'n mensen, ik zeg het je eerlijk. Wat er ook gebeurt, die haal het, man. Het komt goed. Ja, het komt goed, man. I don't worry about that. Ik heb dat veel zien gebeuren. Mensen die gewoon hard werken en niet zo te veel talent. Weet je, niet te veel slack off, bro. Het komt altijd goed. Hard werk loont. Hard werk loont meer dan gewoon talent. Ja. Klopt. Ja, ik vind het ook hard, als je bent nu nog niet en je wil zelfs de naam nog niet vertellen van jouw kleding, Ben. Ja. Snap ik. Houd het allemaal een beetje mystiek. Maar ik denk wel dat als je daar effectief mee verder gaat en zo. En mensen gaan jou volgen, maar mensen... Ik zei het daarnet al, David is altijd qua look en mode en klerenmaat altijd on point, bro. Ja, toch? Kan niet liegen. Ik doe mijn best. Het is belangrijk deze tijd. Ja. En dat zien mensen toch? En die weten dat van jou. Dus die, snap je? Je creëert ook die image en zo gaat dat, denk, dat baltje snel rollen. Yes, sir. En komt denk ik ook wel veel meer bij kijken dan alleen het design. Hè? Yes. Ik ga me vooral echt richten op kwaliteit ook. Mm-hmm. Het is niet alleen van mooie t-shirt en zo. Nou, die dingen moet je wassen, het moet er terug dezelfde uitkomen. Exact. Snap je wat ik bedoel? Je moet er iets aan hebben. Niet van, je hebt je t-shirt na, ik weet niet, 2 maanden, je kunt dat weggooien. Dat is wat niemand wil. Mm-hmm. Dan heb je gewoon je geld verspild, to be honest. Heb je een Bayerkes t-shirt liggen? Nee. Jawel, onderdeel. Oh shit! Ja. Wat oude logo nog? Ik vind jullie logo echt wel super hard. Ja, hij is... Dit is nog het oude logo, het is op hetzelfde gebaseerd. Ja, precies. Het gaat om de kwaliteit. Het gaat om de kwaliteit. Let's check it out. Oeh, we worden hier even op de spot gezet. ik denk dat we wel goed zitten. Denk ik. Toch zeker qua druk. Ja, het is gezeefdrukt, dus het is wel... Ik vind zeefdruk echt wel hard. En ook gewoon de kwaliteit van t-shirt is goed. Dat, als ik hiermee train, dat t-shirt ademt ook echt. Ademt echt, yes. Ja, dat vind ik ook wel. Toch? Het is ook... Klopt eigenlijk wel. Ik weet niet, het zit ook lekker. Het hangt er vanaf. Je hebt twee soorten t-shirts. Je hebt twee soorten t-shirts. Mm-hmm. Je hebt t-shirts die je kunt aandoen als eronder. En die moet kunnen ademen. Mm. En je hebt een t-shirt waar je gewoon mee naar buiten gaat. Dat is jouw outfit. Mm-hmm. En die moet iets anders zijn. Ja. Dus meer katoen dan. Ja. Maar als ik opnieuw dat verklap, dan verklap ik een beetje wat mijn technieken zijn. I'm going to drop this on these niggas. En dan kunnen ze maar reageren. Dan moet je dat weten. Ik ben al een stapje voor. Ja, toch? Maar nee, maar er zit dus inderdaad wel veel meer bij. Dus je bent daar nu ook mee aan testen en zo. Met welke materialen. Dit jaar, bro. Dit jaar. No lacking. Dit jaar. Wat het ook wordt, faalt het, dan is het maar zo. Maar ik ga het zeker doen. Ja. Waarom? Ik heb daar te lang in mijn hoofd mee gezeten. En opnieuw, ja, als je het niet doet, dan weet je het niet. En het is uiteindelijk, het is een goede manier van marketing, een goede approach. Maar uiteindelijk, vanaf dat je die Shopify store of whatever website dat jij eraan bouwt voor kleding... Bro, fucking al jouw albumcovers, maak daar fucking merch van, man. Bro, exclusief, shit, man. Exclusief. Ja. Al net jouw albumcovers, fucking 100 stuks droppen van elke albumcover, bro. Nee, fuck 100, maat. 2 of 10. En wacht, net zoals Supreme doet, gewoon exclusieve drops. Maar doe dan eerst jouw andere merk dat je een beetje tractie hebt en dan drop je die albumcover shirt. Ik weet het. Die artiesten gaan het sowieso loven, dus dat is sowieso wel mijn shit idee. Ik heb mijn collabs al. Ik heb hier en daar een collabs. Dat is wel goeie. En dan heb je meteen ook al fucking mensen die die shirt, die dingen gaan kopen. Ga die klopt. Rappen, mensen die die albums hebben geluisterd. Fucking man. Bottom to top. Top to bottom, die gaan meteen een t-shirt kopen. Nee, ik ga zelfs niet liggen, Agar. Ik moet die noteren. Ik kan het slim. Vanaf dat je dus we kunnen die kut als we willen, dat niemand die gaat pakken voor je. Maar dat zou jou ontwerpen. Ze kunnen het moeilijk van mij pakken. Ik heb die artworks gemaakt, snap je? Daarom. You own it.
Nee, maar dus je hebt dat verkoopsproces on point, of vooral de marketing is belangrijk, denk ik, bij zoiets. Ik weet niet of dat je Zillionaire kent? Nee, niet direct. Zillionaire. Zoek eens op. Dat is echt ook zo'n kledingbedrijf dat uit Antwerpen komt, redelijk recent is opgestart, maar gewoon echt, basically, er clean uitziet, goed gemarket is en nu gewoon ja, een Shopify store hebben, zijn gestart. En volgens mij gaan die ook wel dik, hoor. Deze, ja? Zillionaire clothing, nee. Is hem dat? Ik denk het niet. Crazy. Nee, Zillionaire Elite. Ik weet niet. Dit is een Zillionaire Couture. Instagram, ja, ja. Ja, Couture. Zillionaire Couture. Dat kan wel, ja. Let's try. Is het dit? Ik weet het niet. Niemand die ik ken volgt het van Antwerpen. Ik ga het opzoeken. Ja. Nee, maar er is wel wat concurrentie ook. Er is heel wat concurrentie. Daarom is het belangrijk dat je je niche vindt. Dat je eigenlijk met niemand concurrentie bent. Mm-hmm. Dat is het belangrijkste. Want als je gaat concurreren, well, I hope you can do better. En ga je dan meer exclusief zijn in de zin van echt kleding ontwerpen? Meer met speciale t-shirts of truien of zo? Of? Yes. Okay. Ik ben zelfs van plan om juist letterlijk nieuwe soort van t-shirts en nieuwe soort van truien en broeken uit te brengen. Ja, ja, snap je het? We kunnen niet meer in die box gewoon leven. Dat is weer wat jij zegt, maar die out of the box, think different than what fuck all the other people are thinking. Oh, dat is wel ziek. Ja. Oh, hey, deze crazy. Damn. Ja, die hebben 900 volgers, die zijn echt pas gestart door die dingen ook, die zijn laatst bij... Uit Berchem, ze hebben nu een pop-up store in Berchem. Yo, Suits is wel cool, man. Daarom, dat is cool. Wel clean, hè? En nog vrij. En zei ze, ik heb toevallig de eigenares van dit bedrijf heb ik gestuurd voor de podcast. Vond wel dope. Ja, wat fuck, dat zei ze. Zij doet veel, hoor. Queenie Cassie, ze heeft al 10.000 volgers. Zij managed mensen. Serial entrepreneur. Zij doet van alles. Ah, er was nog zo'n trainingspak laatst gedropt. Bij mensen. Ja, hier zo'n beetje in Antwerpen. Ik ben aan het nadenken. Je weet wat ik bedoel, toch? Die waren zo met in zo'n studio allemaal, zo'n event hebben ze gedaan, toch? Klopt. Ah, wie was het ook, fuck. Ik ben ook even aan het nadenken. Waar was het misschien kent op zo? Is dat 17 The Brand, ken dat? Nee. Nee. Wacht, die heb je nog. Maar die is echt net nieuw. Zoek eens Antwerpse kledingbrand event. Hier, hun gebruiken ook de drie delige slogan. Ah. Wear it, own it, be it. Slim. Nice. Unboxed. Suspicion. Ik moet eigenlijk nog een slogan bedenken. Suspicion niet, die ken ik ook drie wel. Woorden of drie stukjes en tegenwoordig is de shit. Wat was het weer? Wear it, be it. And, wear it, own it, Claire. Be it. Wear it, own it, be it. Ah, man, hoe heet het nou? Zou nou eerder wear it, be it, own it. Doe eens... trainingspak of zo. Fuck, man. Ik kan er niet. Dat is wel jammer. Ja, die Suspicious, die ken ik ook. Is dat niet van Glenn? Maar maakt niet uit. Suspicious? Ja, of Suspect of zoiets van dat. Suspect is dat, ja. Event of duurzame kleding. Fuck, hoezo komen we er nu niet op? GoPro is be your hero. Ja, ook zo drie. Be your hero. Ja, dat zijn enkel diegenen die dat komen. De GoPro camera's. Ja, hero. Maakt niet uit, maar... daarom... Be your hero. Maar daarom, mensen komen dan wel gewoon met traditioneel t-shirts of trainingspakken of dat soort zaken. Jij wilt niet die kant op gaan. Nee. Want dan ben je weer een van die mensen. Juist, exact. Ik snap je, het is zelfs zo erg, je kon die niet gelijk vinden. Ja, exact. Ik kon die niet gelijk vinden. Heel dit ik had vanuit, als die iets origineler was, dat die uitstak, dan zou je al... Snap je, dat ding mensen en zo ging je die vinden. Nou, je zei daarnet ook al in de auto, hè, dat ChatGPT zeker in het voor jou interessant is, toch? Want het gaat niet het grafisch design kunnen overnemen, maar wel hier en daar helpen en zeg maar eraan toevoegen. Yes. Hoe ver ben jij waar ben je met die experimentatie? Dat is nog steeds een experiment. Ik ga niet liggen, dat is wel één ding. Het is moeilijk om alles een beetje te doen, weet je. Ik probeer nu eigenlijk een team. Ik ben nu aan het focussen ook op een team maken en zo, dan ga ik dingen handelen nog. Dat zijn de juiste stappen. Ik kan niet alles alleen. Dat is een tip die ik ook kreeg, van zonder een team raak je niet zover. Waarom denk je dat wij met drie zitten, toch? Ja. Snap je? Wij kunnen deze shit niet alleen, toch? Snap je? Je moet met meerdere zijn. En ieder heeft ook zijn taak. Zijn taak, toch? Ja. Zijn inbreng.
die drie, wij drie bijvoorbeeld gecombineerd toch, we stemmen echt goed op elkaar af toch. Yes. Daarom, dat is in verschillende dingen toch, qua technisch, qua kritisch denk ik, qua design met drie tot op een officieel iets komen toch, en mm-hmm. waar we alle drie over agreeën toch en dergelijke, daarom. Eén weet weer meer van het ene deel, de andere weet weer meer van het andere, en samen weet je alle drie veel meer over één ding dan één iemand alleen weet, toch? Ja, klopt. Ja, ja, ook gewoon het denkproces, als jullie zoiets willen bedenken, het gaat gewoon drie keer zo snel. En zelfs al zijn wij bijvoorbeeld met twee, of hun zijn met twee, en één van ons is er niet bij, heel, het proces loopt toch anders. Want wij waren laatst met drie, echt samen gewoon. We hebben ons neergezet, bam, met drie geknald. Bro, we hebben zoveel shit dan gekregen, weet je wel. Echt fucking veel, hè, toch? We hebben alles opgeschreven, bam, 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 afgevinkt, één voor één. Oké, dit doen, dat doen, dat doen, zus doen. En op het einde was wel van, oh shit. Ja, want dat wou ik vorige keer nog vergeten te zeggen. Ik wou echt gewoon na die sessie nog zeggen, dat in de werksessie van, kijk, boys, deze is... Hier hebben we echt concreet met drie onze koppen bijgestoken. Concreet stappen ondernomen en letterlijk tot iets, een final product uitgekomen. Ja. Waar we alle drie direct content over zijn. Terwijl bijvoorbeeld, als ik even met Charles had gewerkt of zo aan iets, was uw derde input niet bij, die uiteindelijk toch belangrijk was. Kijk maar naar de rebranding, toch? Mm-hmm. Waardoor we uiteindelijk dubbel werk, niet per se, ja, ergens wel, maar ergens wel een goede lead. Ja, maar snap je, die derde persoon doet het uiteindelijk. Ja, voor dus de knopen door te halen. Ja, daarom. Daarom, ja. En dan kom je ook weer op veel meer ideeën. Inderdaad, je zegt dat jij hebt een ideeënboekje en jij komt zo, jij bent fucking creatief, je komt constant met ideeën. Maar één, je kan dan sparren en die ideeën worden nog eens, niet echt ontleed, basically, toch door iemand anders met een heel andere gedachtegang. Klopt. Plus, andere mensen komen ook met ideeën. En dan, geef andere perspectieven. Als jij een idee hebt, hij geeft een ander perspectief. En kun jij het weer anders bekijken. Misschien is er één ding dat jij het vergeten bij dat ding. En dan vult hij eruit aan. Ja. Een team is noodzakelijk. Ja. Het zijn die kleine feedbacks die je gaan leiden naar je final product, naar je final ding. Dus. Wat is voor jou zo jouw creatieve proces? Of als je denkt van, goh, dit helpt mij. Of weet ik veel, misschien moet ik een rondje lopen. Of misschien moet ik iets kijken of zo, weet ik veel. Smoken. Smoken, ja. Je ziet heel vaak op internet verschillende blogs. Ja. Eigenlijk alles wat mij gewoon afleidt van wat ik echt moet doen. Hmm. Raar, hè? Ja, maar als ik bijvoorbeeld zo echt een blok heb van, ik zeg maar, ik heb een artwork binnen, ik moet maken iets, zeg maar, een trap artwork, en ik heb geen inspiratie, even. Bro, ik ga naar buiten. Ja, ja. Ik ga naar buiten, bro. Ik zeg je, ik doe de meest random things, want zo, ik weet niet, mijn brein laat even die dingen rusten, weet je. Mm-hmm. Dan kan ik het terug oppakken, of krijg ik zomaar ook gewoon ineens ideeën. Omdat ik zo niet te hard dan in één ding aan het focussen ben, krijg je meerdere dingen, snap je? Dat is heel wijs, want wat veel mensen doen is ze willen iets en ze gaan er zo heel de tijd op lopen staren, weet je wel. Dat maakt misschien jouw visie zo kleiner. Snap je? Dat is tunnelvisie, die shit gaat niet veranderen, weet je? Dat gaat niet veranderen. Moet niet wachten dat dat gaat veranderen, toch? Plan is je moet dat wegleggen, toch? En dan op een gegeven moment laat, misschien dan nog eens kijken. Misschien heb je hem nu niet zo vast, maar heb je hem zo. En dan zo, aha, what the fuck? Moet dat wel zo doen, weet je wel, toch? Snap je? Ik weet nog één keertje, ik moest een artwork maken voor SNS. Van twee artiesten, eigenlijk zo'n soort van groep. Mm-hmm. En het was een Facebook werk, ik had echt geen inspiratie. Ik zeg eerlijk, dat was zo'n feesttrek. Ik dacht van, shit, what am I going to do now? Ik heb de werk, dat is what I wanted, maar. Dus ik dacht, oké, fuck it. Ik ga even langer over nadoen. Ik skipte dat. Bro, ik ging letterlijk chillen, man. Letterlijk gewoon chillen met mijn vrienden. Ik zeg tegen vandaag, bro, ik moet naar huis, ik moet artwork maken. Mijn vrienden, nee, we gaan feesten, we gaan drinken, whatever. Bro, we gaan feesten, we gaan drinken, bro. Helemaal kapot, bro. De dag daarna, ik denk, fuck, ik moet die artwork maken. Die gaan me waarschijnlijk sturen binnen 2 uur, het is morgen. Zo. Ik begin eraan, bro. En zomaar kom ik op idee, bro. Het moest een Facebook zijn, waar heb ik uiteindelijk gemaakt? Ik maakte een artwork met grond. Maar met zo die lichten van, het heeft van feesten. Snap je? Ja, als je op de grond kijkt, zie je zo die reflectie van verschillende soorten lichten, kapot glassen en zo. En dan gewoon, boom, dit op. Dan. En dat sloeg, bro. Dat sloeg, bro. Het hit. I was like, shit. Wat vind je van die meme, not everything can be an album cover? En dan zie je, wat vind je daarvan? Oh, ik vind die echt goed. Not everything can be... Ken je dat? Nee, dan pak je gewoon zo'n random filmpje toch, en dan telt dat af. En op een gegeven moment pakt hij dan gewoon een stilstaand shot uit een filmpje. En dan maakt hij daar zo'n albumcover van, weet toch, met zo die tekst van onder en weet ik veel, dat zo'n beetje op een albumcover lijkt.
En ik weet niet, echt 90%, ja, zoiets. 90% dat je ziet dat je denkt van, bro, dat kan echt legit gewoon een albumcover zijn. Okay, what the fuck? So crazy, you. Ik is nu hier een paar, gewoon een short. Not everything can be an albumcover. Hé, hey, dan telt hij zo af en dan doen we zo. Bro, hoe? What the? En dan denk je, bro, what the bro, fuck? What the? Eigenlijk, hoezo? Hey. Hier, zelfs dit. Maar ja, dan, ja, de hele creativiteit weg, toch? Maar ja. Ik zie je, één persoon is gewoon bad creative. Oké, dat niet. Ja, daarom, want het gaat wel terug. Ja, dan hebben we hier weer andere. Nee, maar ja, dus oké, die was je nog niet. Ik was er niet van op de hoogte, maar deze een coole, is een goede. Dat is een coole trend. Allemaal hop on. Wauw, bro, dat is een beetje. Ja, deze was echt clean. Deze ken ik nog echt. Deze video. What? Ja. What the fuck? Wow, yo, die is nog wel vet. Van die random momenten toch? Ja, maar het is niet echt heel veel zeggen. Nee, het zegt niet veel, toch? Maar het houdt wel. Het is wel een leuke trend. Zeker een leuke trend. Maar je denkt niet dat het niet op hoge schaal echt album komt. Ik zeg je eerlijk, het hangt allemaal af van feeling. Ik zie mensen artworks maken van gewoon een groene artwork naam. Klaar. Oh, doe jij ook op Spotify? Mm-hmm. Hebben sommige tracks een live art. Yes, die doe ik ook. Doe. Laatste tijd doe ik dat echt wel vaker. Waarom? Dat is ja, gewoon weer zo. Mensen houden er meer van. Ik zeg je eerlijk, ja, een video trekt meer aandacht dan foto. Ja. En dan heb je een foto trekt meer aandacht dan tekst. En dan tekst trekt meer aandacht dan link. En dat is zo een beetje de rangschikking. Link is het minste? Link is het minste. Bro, niemand wil... Je bent op Instagram aan scrollen. Wil jij weg van Instagram dan? Ik zag soms je denken. Dat is letterlijk de... Er zijn een paar dingen die ik heb meegekregen van... Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar... Maar die persoon heeft mij magische tips gegeven. Ik zeg, check, dat geef ik vraag. Ik zeg het je eerlijk, als je bezig bent met content, opnieuw video, foto, tekst, dan link. En ja, je weet waarom. Niemand hoeft weg van de platform waar die op zit. Dat is waar die aan het genieten is. Ja, als je weer kan aanbieden daar. Nou, maar dat is goed, want wij zijn geswitcht naar... Eerst deed ik de thumbnail met de link posten, zeg maar, van elke episode. Maar ik ben... Nu, sinds denk 4 of 5 episodes, zijn we geswitcht met en bij elke episode dat dropt al meteen een clip te plaatsen, zodat ze die al meteen zien, toch? Snap je? En dan zit er nog steeds wel een link achter en alles. En een foto komt daar ook nog bij, maar we hebben wel alle stappen, zeg maar. Dat er, ja, dat video, er foto, maar video zit er nu ook al wel bij. Dat is goed. Ik heb te veel iedereen gelijk. Dus, ja, je blijft naar iets kijken, het verandert. Soms, als een foto is, dan verandert niet veel, maar misschien is die foto leuk. En waar moet je op letten met zo'n live albumcover? Dat is ook weer een ander soort format, toch? Want dat is een beetje zo vaag of zo. Dus kleuren. De element die jij ook gewoon wilt. Bijvoorbeeld, zeg maar, wat een liedje gaat over... ik weet niet, je ex of zo, snap je wat ik bedoel? Dan ga ik echt emphasizen op, als ik dan bijvoorbeeld een artwork maakte met een hartje, dan ga ik emphasizen op dat hartje. Dat hartje moet in groot. Je swipe, je ziet een grootje, een grote hartje, denk ik, what the hell? Snap je wat ik bedoel? Wat gaat er gebeuren hier zo? Snap je? En dan de verrassingselement, dus iemand eigenlijk kunnen verrassen, dat je zo'n beetje zijn verwachtingen breekt. Want zoals ik zeg, soms verwachtingen hebben voordelen en nadelen. Maar ik denk als je iemand zijn verwachtingen zo kunt breken, dat hij sowieso meer geïnteresseerd in gaat zijn. Dus wat ik doe dan bijvoorbeeld, ik ga die hartjes niet laten kloppen. Nee, ik ga dat laten vervagen, ik ga dat laten zo swirlen of zo. Zoals ik bedoel, ik doe iets helemaal anders mee, wat je niet in hartjes al zien doen. Ja. Dus eigenlijk eerst de aandacht trekken. En dan aandacht behouden. De aandacht behouden door de vooroordeel te breken bijvoorbeeld. Exact. Exact. En dat dan nog eens allemaal in een loop creëren? Of yes. En dat heb ik van Mr. Beast trouwens, deze tips. Hij doet ook in zijn video, in al zijn YouTube-views, je ziet dat hij zijn thumbnail laat jou zien van wat je moet verwachten, maar als je erop klikt, hij gaat gewoon erbovenop. Hij gaat gewoon een stap extra. Dus wat doe je van, oh shit, ik kreeg waar ik kwam en oh shit, nog meer. Dingen doet dat ook, Steve will do it ofzo. Hij doet dat ook, dat snap je. Hij zegt, ik doneer 10.000 euro. Maar eigenlijk doneert die 100.000 euro, heel die clip of zo, weet je wel. Snap je? Ja, wat je dan nog erbij kunt toevoegen is zo een einde die
eigenlijk geen eind is. Ja, zo, je moet zo vooruit, er komt nog iets. Komt nog iets. Komt nog iets. En hoe graag doe je dat? Je geeft nog een paar dingen, nog een paar opties. Hè. Paf, paf, paf. Ja, het is vertrokken. Ja, bij Reels is het ook heel belangrijk, ja, he, dat die loop-based. Ik zeg dat Reels heel belangrijk. Ze zijn belangrijker dan je post op Insta. Ik, zeg, ik heb geen Reels, maar ik weet, ik ga er sowieso mee beginnen. Ik ga er 100% mee beginnen. Ik denk je clothing, Brian, of ja, sorry. Nee, ja, inderdaad, al die album, niet echt de covers, maar dan die filmpjes op Spotify, die loopen, zoiets gewoon in een reel gooien. Klopt. Die drie of die korte Reels, die gaan toch het hardste. Mm-hmm. Yes. Ik ken iemand die zo'n reels maakt, die ken ik helemaal van op internet, ik volg die gewoon. Mm-hmm. Hij maakte reels en uiteindelijk David Guetta vond die reel hard en het stond op de achtergrond. Even zijn DJ-dinges. Ja bro, gek. Het was zo eigenlijk gewoon een heel simpele animatie van iemand dat zo zweeft in het water of zo. Mm-hmm. Dat is een float eigenlijk. Mm-hmm. Boom. Rotje of float. Ja. Wat is je droomsamenwerking nog? Mijn droomsamenwerking. Please, God. Oh, please. Als hij het hoort. If you're hearing this, Young Thug, bro, get out of jail, bro. We gotta work. Young Thug, ja. Got some work to do. Let's go. Free you. Free Tory Lanez. Waarom wil iedereen waar ik mee ook werk, zit ik gewoon in jail? Travis Scott ook. Yeah. En als ik echt realistisch moet blijven, zeker dan... Dan toch wel Seven, Mokromaniac en ja man, Heffenlijpen man. Ja, Heffenlijpen bro. En ik was zo close bij Heff. Echt? Echt? Ja. Heff is ook echt. Heff is voor ons ook een guy, een connectie van mij, een vriend van mij heeft liedjes voor hem gemaakt. En I wish I was there man. I wish I was there. So. Komt nog. Sowieso. Ik wil een keer een Jerry met hem roken. Ja, eerlijk. Moet toch? Dat moet toch? Het is ook wel lullen toch? Hij is echt die guy die ook echt veel vragen heeft. Bro. Ja. I don't know if I can smoke als ik Hef kan outsmoken, man. Shit. Ik heb mooi lekker. Let's go, Hef. Oké. Maar op zich nog wel. Je Nederlandse namen zijn nog wel realistisch. En uiteindelijk de Amerikaanse. Nou, ik wil zeggen, ja, Ibrahim. Die heeft een keer een fotoshoot gedaan. Kei random met A$AP Ferg, bijvoorbeeld. What? Out of the fucking blue is hij op hem gekomen en heeft hij een fotoshoot gedaan dat echt in fucking wil landen is gewoon als campagne is. Ook gewoon in, volgens mij, Times Square stond hij gewoon, toch? Ja. Denk het ik wel, ik denk hoor. Japan of zo. Ah, okay, Times Square weet ik niet. Dat hij leek echt op zo'n Times Square, maar ik zeg het. Gewoon, snap je, Ibi zo, en hij heeft er wel wat voor gekregen, toch? Maar, ik denk het wel, ja. Ja, Soulja Boy, Stephen Curry, ja, toch wel. Ik hoor daar in de back, want ik heb ook een artwork voor Soulja Boy. Maar bro, Stephen Curry. Ja bro, maar dat is het ding. Die was op Twitter gewoon zo zeggen, wie kan van mij een artwork maken? Het was actie-reactie bro, paaf. Ja. Welke? Soulja Boy, Stephen Curry. Stephen Curry, jij hebt de albumcover gemaakt. Yes. Holy shit. Ja, die tweede. Oops. Ja. Je kunt ook dezelfde logo's, wacht dan, ga eens... bam. Dat is dat. Daar zit je Stephen Curry met zo... Ja, told you. Je kunt ook op SoundCloud gaan, je kunt op Rap Genius gaan. Ga maar op Genius, dat is misschien beter. Ja. Dan weet je ook gewoon dat dat gewoon officieel is, snap je? Ja, Genius is... Zie je die X-Y daar? Ja, daarom, daarboven. Ja. Als je Silvio Mix de Bruin gaat zoeken, ga je die opnieuw vinden. Vind je het en die kan ook zo'n paar titels geven. Ja, dat is dus allemaal jouw logo. Ja, toch. Ja, moet. Dat is jouw oude logo. Dat is mijn oude logo. Dus je moet weten, dit was voor ik Phenomeen Designs was. Het is voor ik Phenomeen Designs. Long time. Hier wist ik niet eens. Dus ik deed het gewoon voor de fun, weet je. Ik dacht niet aan business. Ik zat hier nog op school en al die shit. Ja. Ja, bro, wat doe je dan? ik ga niet naar Amerika en zeggen, yo, Soulja Boy, pay me, weet je. Ik ben ook gewoon slim geweest om uit hier, boom, te sturen. Bro, Soulja Boy niet echt geweest. Maar ja bro, voor zulke dingen, I don't mind. He put me on bro. Yeah. He put me on. Daarom, uiteindelijk is dat wel even gewoon de recognition krijgen. Klopt, dat was ook gewoon ook zo'n confirmatie van I'm good at it. Ik ken het. Maar je ziet, het is een redelijk simpel design, maar gewoon... Denk dat aan, was dat NBA bij? 2K achtergrond? Dat is echt gewoon een foto van Stephen Curry Google afbeelding. Bro, like I said, ik was er gewoon snel bij. Ja. Die man zei letterlijk, yo, wie kan voor mij een artwork maken op Twitter gewoon. Moet je daar rekening mee houden dat dat zo gelicenseerd is of copyrighted? Dat is zijn probleem, hij houdt het. Dat zijn Hij kiest zich gewoon uit en heel zijn management die zoekt dat toch uit. Toch? Ja. En heel zijn, hij heeft echt, dat is ook gewoon... Dat is ook gewoon een bedrijf, toch? Yep. Soulja Boy is ook gewoon een bedrijf. Hij heeft een hele PR-team, heel dit, dat, om zo te zeggen, toch? Die alles checken. Klopt.
Crazy. Oh, gek is dat wel. Het is alleen heel moeilijk om hem te bereiken. Het is funny hoe hij mijn artwork heeft gepakt, maar nooit heeft gewoon gecontacteerd. Maar I get you. Hij heeft die demo sowieso gelezen. Ja, leuk. Stil. Geen probleem. Nee. Dat is mooi. Ben je de NFT-space al wel eens gaan benaderen? I tried, maar ik zeg, dat is nog moeilijker. Hoe verkoop je een NFT eigenlijk? Je moet echt de community hebben. Dat is echt lastig wel, toch? Maar ja, ik denk dat dat ook weer een heel team rondje is waar je een heel project mee kan gaan doen. Het was eerst veel mensen dat dachten dat ze freelance wou doen, toch? Ook op hun eigen. Maar als je nu bekijkt, kun je beter inderdaad in grote teams toch. En wat ik ook al zie, echt zo van die NFT galleries toch, dat echt zo een soort van een groep, een soort van museum maken toch, waar je echt die NFT's kunt bekijken en zo. Crazy. Dan kun je als freelancer of alleen... Wat een Tory Lanez heeft gedaan, waar jij zo graag mee was staan, die heeft er een album gereleased als dat NFT. Klopt, hij was een van de eerste. En die was in een minuut een miljoen keer verkocht of zo. Yep. Daarom, dat is hard, maar ik denk dat NFT's pas iets gaan... worden wanneer dat value erachter heeft, toch? Ja. Bijvoorbeeld als je kijkt naar een Nelk Boys die NFT's willen, die een soort van cafés willen hebben waar dat mensen met NFT's alleen binnen mogen en gratis dingen krijgen. En clubs waar dat die gratis drank alles krijgen. Dus dat er echt value is voor de NFT dat je koopt. Want uiteindelijk het idee erachter is slim, toch? NFT is gewoon basically een code die gewoon alleen aan jou is. En die code is dan gekoppeld aan artwork, toch? Yes. En dit, dat kan je bijvoorbeeld... Stel, wij hebben als biohackers hebben we meerdere producten. We hebben over heel België, of stel heel Europa, experience centers. En dan kunnen wij ook met NFT's gaan beginnen, waar dat een soort van toegangskey is om één keer per maand gratis naar een experience center te komen. Ja. Heb je gehoord van Vex? Vex? Nee. Vex, dat is een Antwerpse guy. Die is ook... Ook helemaal viraal gegaan in de NFT-wereld. Die heeft nu een collaboration met Porsche gedaan. En hij heeft dus echt Times Square met zijn projecten gezien. Tokyo, Ivex, VEXXX. Dat is mijn FD. Oh, wacht, ja. Die Total Artwork Value. Hij heeft al 1,4 miljoen aan zijn NFT's. Deze is onzeker Times Square inderdaad. Ja, kijk, maar deze guy is legit 23k, 13 Ethereum voor gewoon dingen van hem. Deze artwork staat ook bij... Quibblecop, dat is ook een grote YouTuber, die heeft, heeft er ook eentje van Vex gekregen. 23 zelfs. Ethereum, 41,5k. Die stijl is ziek wel. Hij heeft ook nog die ogen bewegen dan ook nog eens, die kijken dan, die ogen, no way. Dat vind ik zo vet. Het is zo stilstaand en dan één accent beweegt. Bijvoorbeeld, je ziet ineens die ogen bewegen en knipperen en zo, denk je, what the fuck? Wat verbeeld ik me dit? Waar kwam dat vandaan? Maar hij heeft er ook één die zeg maar oneindig doorgaat, toch? Ja, loopt. En dat zo inzoomt. Ja, precies. I love that shit. Ja, dat is gaaf. Of dat uitzoomen, die infinite uitzoom, die vind ik ook echt ziek. Ja, dat ze echt kunnen tekenen en je zoomt helemaal in op dat oog. En in dat oog zit er nog een wereld. In principe is dat niet zo heel ingewikkeld, hoor. Je hebt een tekening en dan zoom je in en dan heb je daar gewoon weer een in Figma zou je dat in principe kunnen maken. Wat je eigenlijk doet. Ja, maar nee, want daar zit je ook het limit. Je tekent en je zoomt uit en je tekent erop. Heel tijd zo. En dan doe je inzoomen. Oh, je begint met het uitzoomen. Je begint bijvoorbeeld, ik teken bijvoorbeeld. Het maakt zelf niet uit hoe groot ik die teken. Het is jouw viewport. Belangrijk is bijvoorbeeld, ik zeg maar, ik heb een fles water. Ik zoom uit. Ik weet niet, ik maak een put. Ik zoom uit, ik weet niet, ik maak dansende kinderen rond de put. Ik weet niet, en zo verder. Dan maak je een kind wat dat uit het oog komt en zo. Ja, voilà, snap je, na een tijdje zie je kinderen dansen, je zoomt in, zit je put in die put, zit je een flesje water in. Je werkt eigenlijk anders. Oh fuck, ik heb nog nooit meer stil. Ik heb dat zo'n beetje gecheckt, maar ik heb mad respect voor zo'n mensen. Dat is zelfs moeilijker dan 3D. Ja, zeker. Dat is moeilijker dan 3D. Nee, maar die Vex heeft inderdaad de makers, hè. Die, ja, ook. Die hebben de Makers Gallery. Die staan daar ook, ja. En hun doen ook van alles. Dus die eigen stijl van hem is gewoon echt vet, toch? Ja. Het is ook al wel een tijdje bezig. Daarom, die is ook gewoon begonnen met digital art. En dat beginnen uitbrengen. Op een gegeven moment tractie gekregen. Waarom, weet ik niet. Die is wel met... bracht er wel heel veel uit en was ze op social media dan een beetje zo mee aan het pushen, maar heel niche eigenlijk toch? En dat was wel vet, want op zijn Insta heeft hij zo highlights toch, waar je eigenlijk kan zien hoe dat hij begon met zijn eerste ontwerpen en zo. Op een gegeven moment zie je van, oh,
Wow, man, deze voor $40 verkocht. Wow, what the fuck. Helemaal excited. Hup, 2 dagen later. Wow, er is er een voor $100 verkocht. Op een gegeven moment, een paar uur later, die is voor $500 verkocht. Volgende dag, die is voor $3000 verkocht. En hij deelt echt alles van, bro, what the fuck gebeurt er? Mijn artwork is ineens fucking wereldwijd viraal aan het gaan. Op een gegeven moment is die voor 15k of zo, heeft hij gewoon 1 artwork verkocht. Snap je, dat is gigantisch voor een jonge gast uit fucking Antwerpen, toch? Dat is heel big. En nu, zegt, heeft hij evenementen met Porsche gedaan, heeft zo'n Porsche Carrera GT, fucking een auto van bijna een miljoen, heeft hij mogen designen, toch? Exclusief, toch, snap je? Ja, hij heeft die rap gedaan. Heel die rap heeft hij getekend, hè? No way! Ja, hier, bro. Fuck bro, hij is een taak van artiest gewoon. Dat is zelfs de new vision Gran Turismo. Bro, dat is zelfs nog een concept. It's a rap. Snap je? It's a rap, bro. It's a rap, bro. Literally. It's a rap. Binnen. Accepteer de punchline. Hier, is het zelfs een Gran Turismo 7. Bruh, is het een game? Ja, hij zit bij Rome. Bro, nou, nog games paar, verdienen ook echt nog paar maanden zijn. Fans of Louis Vuitton gaan zoeken, bro. Is een rap. Ja, letterlijk, toch? Bro, crazy, hij heeft gewoon die wave van NFT's goed geride. Hij heeft helemaal gesurfd. Vanaf het begin, toen dat dan nog zo'n klein bubbeltje was, is hij erop gegaan en hij heeft heel die wave gepakt. Dat is eigenlijk ook niet zo op OpenSea, als iemand dat... Als jij de eigenaar bent en iemand koopt dat, dat je een percentage van de revenue daar bovenop krijgt. Ja, jij kan zelf alles. Ja, ik zal het verhaal. Dus mensen die basically een NFT posten maken, hè, die kunnen zelf instellen van oké, elke keer dat deze NFT verkocht wordt, krijg ik 10% commissie op die verkoop. Stel, jij zet jouw NFT voor €1000 online. Jij verkoopt die, jij krijgt €1000. Charles heeft die nu voor €1000 gekocht. Die verkoopt die weer. Jij hebt 10% commissie op elke verkoop. Mm-hmm. Dus als hij die verkoopt, krijg je weer €100. Nog eens €100. Nog eens €100. For life, man. Als ik die voor 3000 verkoop, krijg je €300. En daarom. Stel, die gaat omhoog. Die 10% kan je zelf kiezen. Dus je kan ook 20% zetten, man. Meestal, ik denk, average is 8% of zo. Ja, of zo. Dat is nog steeds, ja. Best veel. Maar dat is fucking veel, man. For real, dat is free money for life. Ja, daarom. I might just have to get back at the end of bro, wij hebben ook een NFT gemaakt. Bro, je kan hem nog steeds vinden. Wel een half jaar te laat, maar... Fuck it. Will, nee, joh, 2 weken te laat. Will Slapping Rock, maar dan moet je wel op OpenSea gaan. Ik heb hem al 2 jaar geleden gezegd. De ding is, bro, ik moet slaan. Toch? Ik kan even gewoon een NFT daar zetten. Nee, maar je moet een project erachter hebben. Dus als jij jouw kledinglijn hebt en dan NFT gaat mergen, bro, jij gaat hard gaan, maat. Mensen met een NFT, die krijgen, net zoals Supreme, die gooien supply drops. He, je hebt altijd limited supply, maar mensen met een NFT krijgen voorrang. Dus die zijn altijd daar om jouw art, boom, designs te kopen. Ja, man, daarom, je moet het echt value geven, toch? Dus nog real value dan... Ja, toch, maar die zijn allemaal ongeopend. Nu, kijk, Die eerste, of niet? Nee. Dus die flashy motherfuckers daar, die zijn allemaal van mij, maar die zijn allemaal ongeopend. Dit is gewoon de pre-ding. Alleen er is er geen één gekocht, dus we hebben geen preview van uw NFT. Ja, maar als je echt gaat kijken naar de NFT's die we hadden gemaakt, zijn veel beter dan die, man. Ja, die hadden echt letterlijk... Ja. Ik kan hem nu niet. Ik zal het straks laten zien, gewoon op mijn gsm, toch? Want die kan je niet online zien. Yep. Maar op mijn account zie je dat. Ik had Will Smith zijn hoofd met Jada haar hoofd aan de background. Weet je toch? Ja, toch? Zij controleert basically Voldemort-style Will's en action. Ik weet dat. Ik weet dat deze gemaakt, bro. En dan had Will als hand dat hij zo'n slipper zo aan die slipper en shit. Ja, ik zeg je eerlijk, van zo'n Thanos hand dat hij ook al slipt. Ja, dan Thanos, ja, man. En dan het ding is, Will, of nee, die andere gast, Rock had dan zo, basically zo'n butt met zo'n handslap als face. En die had een brilletje en van alle strikjes, ja. Stak nog wel wat tijd in, maar hij is wel niet verkocht. Inderdaad, twee weken te laat en toen was die hype helemaal weg. Ja. De hype catch, ja man, dat is ook weer een ding. Ja, maar dat is ook weer hype catch. Dat is moeilijk, ben je altijd te laat. Het gaat zo, het gaat snel in het rieven. Altijd te laat. Stel je voor, je had die fidget spinners in stock. Of je had mondkapjes in stock. Oh. Snap je? Of
Maar dat is ook dus korte tijd, hè, want ja, nu ook, al de mensen die nu nog hebben gekocht, laatste dingen die gekocht, laatste waves en zo, ja, die hebben nu puur verlies. Toch? Mensen die ook dachten, Bitcoin is de shit toen het op 50k staan, die hebben allemaal gekocht. Ja, tjallas, hè, die zijn... Ja. Lul, toch? Denk je dat die bitcoins dinges nog, ik weet niet of ik zag er straks vanmorgen opnieuw zo, ik swipe op mijn phone en ik zie ineens bitcoin binnen 2 maanden 1 miljoen bereiken, vraagteken. Ah, lul nou nee, ik support heel de shit, maar uiteindelijk dat denk ik ook weer niet. Ja, nee. Dus cryptocurrency gaat niet de wereld opnemen. Check Simpson. De Simpsons, ja, dat is een future. Dat zijn future predictions, hè? Die promoten 3 coins zelfs in de Simpsons, bro. Ja? Welke 3? Welke 3? Ripple en nog iets. Ripple. Ripple, ja. Ja. En welke? Hey. Ja, Ethereum? Nee. Ja, maar wat is dat met de Simpsons, man? Ja. Simpsons predicten ik alles. Die voorspellen alles. Die hebben een tijdmachine, man. Bro, waaronder bij die tv commercials en zo zit je daar. Ja, met die stocks en zo, ja, toch? Ja, die shit heb ik ook wel eens gezien. What the hell? Klopt. Eerst was het Trump, nu dit. Bro, 9-11, alles, hè? Ja. Pizzagate. Ja, Pizzagate. Ik zeg je eerlijk. Wie is de maker van de Simpsons? Dat weet ik niet, man. Iets met green. Ik hoor dat het wel de origineel is. Hey, kunnen we deze wel fully laten afspelen? Nee. Gaan we geflagged worden, hè? Maar wel een beetje. Gewoon een beetje doorheen praten. Kijk, want uiteindelijk... Ja. De Matrix. Wacht, zo meteen daaronder volgens mij. Is dat een van de nieuwe episodes? Nee, 3 jaar geleden. Ah, 3 jaar geleden. Wat? Nou. Wow, 3 jaar geleden wist ik niet al veel. Wat tof. Maar ja, dit is ouder dan 3 jaar geleden, joh. Besef, precies 3 jaar geleden, nu begon lockdown, hè. Ja, dat is toen waren wij net een week bezig in lockdown. Ja. 3 jaren, maat. How the hell? Hoe snel is dat gegaan? Of niet, heel snel, hè? We hebben dat zo vergeten en shit, man. Kom maar, we hadden allemaal huisarrest voor een tijdje. Shit. Dat was gek, ja. Ik had al huisarrest. Ik kreeg die... Ineens iedereen huisarrest. Ja, de staatshuisarrest. Dat is echt de avond zo, als een ninja naar huis gaat, van school toe en zo. Wat was jullie favoriete activiteit tijdens lockdown? Oh, ik ga niet liggen, ik vond lockdown een nice periode. Ja, ik ook hoor. Ik zeg je eerlijk, ik ging gewoon wel naar buiten. Ik zag gewoon niemand is buiten. Yeah. Yeah. Let's go, je moet gewoon schijt hebben. Ja. Echt, maar ik vond het wel gek hoeveel mensen het om te zien dat ze gewoon eigenlijk zo schapen zijn. Ik vond het echt gek, ouwe. Ja, daar heeft de wereld echt meest gesplitst of zo, maar. Ik denk het ook. Mensen die normaal zijn en mensen die zo echt gewoon een kontje geven aan de maatschappij. Maar ja. Wat dan? The Simpsons tell you what's planned, not predicted. The masses think it's only a prediction. It's called predictive programming. Nice conspiracy. Ja, inderdaad, maar als je zo die dingen van Trump haalt... Letterlijk de handje, alles... Dan wil ik zijn reactie opnieuw zien. Dan wil ik zijn reactie wel opnieuw zien. Ja, het is ik weet niet wel. Het is crazy. Wat was jouw favoriete activiteit dan? Nou, gewoon voilà. Pokémon Go. Pokémon Go. Ik zeg je eerlijk, ik zag gewoon, er was niemand buiten. Wat doe ik? Ik wacht gewoon tot mijn 10 uur, bro. Ik rol Jonko, ik ga naar buiten. Pokémon Go en ik stap kilometers, bro. Tot die egg gewoon crack. Dat die egg gewoon crack, bro. Maak mijn Jonko op, ik ga gewoon naar huis, bro. Het was echt een leuke activiteit, want Antwerpen was gewoon een ghost town. Ja, met die algen. Nee, maar bro, Antwerpen was echt schuin, man. Ik zweer het. Andere steden, daar was het echt een ghost town. Op een gegeven moment, bro, als je naar Parkingspoort Noord kwam, heel de buurt. Na een tijdje wel. Heel de buurt was daar gewoon. Voor de rest was de rest van alles dood. Ja, Meer en zo, dat was echt spookstad. Nederland was ook erger. Daarom, Nederland was helemaal... Oh, die Hollanders dat naar Antwerpen kwamen. Ja, die kwamen allemaal naar hier. Ja, iedereen haat de Hollanders toen. Ja, de blok was vol. Iedereen was daar aan het smoken. Goeie tijden, man. Goeie tijden, zeker. Ja, corona. Damn. Het is snel gegaan. Het is ook... ik weet niet. Hoe lang is het nu gedaan? 2019 tot 2022? 2020, maat. 3 jaar precies. Is corona gone? Nee, het is nu eigenlijk gewoon... zoals bij iedereen allemaal dachten, gewoon een soort van verkoudheid. Met een beetje andere symptomen. Even iedereen... Ja, heel dat vaccin gedoe, voordat ze al met dat vaccineren begonnen, zeiden ze van kijk,
Groepsimmuniteit, maat. Dat is de shit. Ja. Er zijn plaatsen op de wereld waar ze dat gewoon hebben gedaan. Hè? Engeland en zo toch, dacht ik? Of kan wel, ja. Ja, daar is gewoon iedereen wordt ziek. En, ja, Engeland was het. The strong one survived, toch? Mm-hmm. Survival of the fittest. En uiteindelijk dan gaat iedereen een beetje resistance creëren en dan wordt het gewoon de flu. Dat, anders ga je medicijnen blijven maken, of kun je niet, man. En toen hebben ze toch dat vaccin gegooid, werkte niet. En nou hebben we toch uiteindelijk allemaal corona gekregen en is de flu. Dus, ik heb het nooit gehad, man. Ik heb het ook nooit gehad, uiteindelijk. Sterk. Ik heb gehoord dat hij dat binnenkort voor iets wil geven. Hola, wat? Ja, precies. Ook die coronavaccin. Niet bij mij, hoor. Dus eigenlijk kinderen laten vaccineren, zoals dit en zo, gewoon laten vaccineren voor corona. Ja, over kinderen gesproken. Wat de fuck gebeurt er tegenwoordig met die tv's? Ja, LGBTQ, broer, bro. De LOMNOP people, bro. De ABCD mensen. LGBTQ plus. Weet je, ik ga allemaal Ik ga je niet disrespecten. I take it back. Maar. Ja, kijk. Maar dat is wel iets dat een beetje erover gaat, man. Kinderen. Ja, bro. Zo van die, dan heb je van die Ik had laatst gelezen dat in België mag je nu van geslacht veranderen. En je mag ook weer terug veranderen. Dus als je denkt, ah fuck, ik ben Tony Mees, mag je weer terug veranderen. Ja, weet hoe gek het is, bro? Maak een Tinder profiel, bro. Kom, ga een Tinder profiel maken. Bro, als je niet alien daar kunt kiezen. ja, bro. What? Echt goed, bro. What? Je kunt letterlijk gewoon schrijven wat je fucking wil, bro. Echt? Oh, ja, bro. Yo. Je kunt gewoon letterlijk schrijven wat je wil, bro. Je kunt letterlijk zeggen van, ik ben een autobot, bro. En dat ding accepteert het gewoon. Ja, maar dan, kijk, uiteindelijk op Tinder zit allemaal volwassenen. Dat boeit allemaal niet. Maar je moet beseffen, bijvoorbeeld zo'n een Peggy... ja, oké, maar kijk. Zo'n Peggy, toch? Peggy. Ik ken geen... Peggy 18. Nee, dat is ook geen programma. Peggy de Pig of zo. Ik dacht dat hij toch? Maar die motherfuckers, die zijn nu gewoon... Non-binary, hè? Klopt, er zijn kinderprogramma's. Ja, ik heb dat gezien. 4, 5-jarige kinderen, toch? Die tv kijken. Ik voel mezelf non-binary. Bro, wat de fuck praten we over? Dat kan je niet aan mijn kind verkopen, toch? Nee, dus moeten wij nu ook al onze kinderen beschermen van fucking tv-films? De non-binary cow. Van tv? Ja, maar die shit. Ja, joh. Wat? Bro, dat moet kijken aan hoe oud dat kinderen tegenwoordig zijn. Het wordt jongeren. Dat is toch fucked up, man. Oh, man. Yeah, I saw that shit. The non-binary cow. Get the fuck, man. What the fuck, ouwe. Deze kan echt. Kijk. Netflix of wat? Ja, deze zijn dingen die mijn kinderen nooit gaan zien. Geen Netflix meer, joh. Mag niet. Dat staat gewoon op Netflix. Die kunnen daar gewoon ongeluk op klikken. Ja. Dat staat gewoon de kids afdeling ook nog. Ja. Dus stel je voor, jouw kind komt naar jou toe gewandeld. I'm not binary. Waar heb je dat geleerd? waar heb je dat? Hoezo kun je echt identificeren als meerdere, als hun? Als hun. Ja, ik heb hun gesproken. Ah, wie heeft je allemaal gesproken? Nee, gewoon... Ja, hun... Ja... Nee. Ja, maar was al moeilijk genoeg, ik bedoel, ja. Jesus Christ. Ik accepteer het van volwassen mensen, maar please, leave the kids out of this, man. Doe wat je wilt als je plus 21, 18 bent. Als je kinderen laat doen, kunnen ze ook draak. Ik wil draak zijn, ik wil dit zijn, ik wil dat. Ja, oké, is goed. Wat jij doet in de vrije tijd. Be what you want, toch? Maar er zijn bepaalde... We leven toch niet in een fantasiewereld. Klopt. Ik bedoel, er is gewoon bepaalde dingen, zo man, vrouw. Oké, je kunt nog veranderen en weet ik veel. Dat gaat nog. Maar ineens ben jij als single persoon meervoud en zo. Ja, kom maar, niet overdrijven toch. Er zijn limieten toch? Waar gaat het bij jullie dan te ver? Want je hebt lesbians, je hebt gay, je hebt de LGBTQ, je hebt bi, je hebt de trans, je hebt queer. Ik zat voor mij uitleggen. Dus wat is queer dan? Queer is inderdaad, ja, dat zijn zo die trans people, maar dan... Als iemand weet wat queer is, je mag reageren gewoon eronder. Ik weet het niet. Maar dus als ik naar mij moet kijken, dan is het je hebt man en vrouw. Dat is gewoon... Je hebt niks anders. Man en vrouw.
Je kunt man of vrouw vallen, hetero, je kunt natuurlijk homo of lesbisch zijn, allemaal in orde, bi ook allemaal in orde toch, maar daar stopt het voor mij ook al eigenlijk in principe. Wat about trans? Dus sommigen worden gewoon zo geboren toch? Ja, wel, een trans en travestiet heb je ook nog, toch? Dus LGBT, dat, maar ik bedoel, van, we hebben LGBT. Maar ik bedoelde, van, als in, er is man en vrouw, toch? Dus je hebt hetero, homo of lesbisch, of bi, alle twee. Yes. Je hebt niet meer keuze dan dat, toch? Je hebt ze alle twee, eentje van de twee, en daar is het. Ja, vroeger hadden we ook alleen maar die, hè? Ja, en dan, dan had je homo, lesbisch en bi. Ja, en dan had je de mannen die zich verkleren als vrouw. Dat zijn dan de travestieten of transseksuelen. Ja, en dan heb je de transseksueel die echt de stappen willen ondergaan van operatie, transgender en zo te zeggen, toch? En dan heb je, dat is nog een andere naam, toch? De grieten die zo als men meer zijn. Dat zijn meer tomboys volgens mij. En voor de rest is er van mijn knowledge. Wat ook qua wetenschappelijke dingen kan, okay, transgender, dat is al die grijze lijnen, zo, maar het is allemaal goed voor mij. Maar voor de rest, wat er nog, non-binary, al die toestanden toch, dat is voor mij te ver. Dat is een beetje te veel fantasiewereld, toch? Like, doet dat wat jij denkt, doe dat in eigen, toch? Maar... Ja, dat is wat dat Joe Rogan zegt. Dat zijn mensen die hun eigen niet accepteren, volgens mij. Wij hebben het zo makkelijk tegenwoordig dat we echt gewoon problemen gaan zoeken en moeilijk gaan maken. Er zijn toch veel ergere shit dan wat ook. Echt, man, ik snap het niet hoe je in zo'n crisis kan zitten. Oké, misschien ben je mentaal zo ver, zo diep dat je niet weet what the fuck je moet doen, maar. Get over the fact dat je man of vrouw bent, man. Dat is jouw gegeven. Hou dat zo, toch? What the fuck, ouwe. Ja, en ook het feit dat gewoon... Ik kan best niet hier te veel over praten. Nee, ik ook niet. Ik doe geen gekke uitspraak. Het feit dat hier dat ook gewoon kinderen dat kunnen beslissen, toch? Ik weet niet of dat hier zo is, maar in Amerika is dat in ieder geval dat je gewoon vanaf je 12e of zo kan omvormen. Niet in elke staat, maar er zijn genoeg staten waar dat ondertussen al wel kan. Ja. Gewoon 12, jij stapt zelf naar de dokter toe. Ja, ik wil, I want to cut my dick off, mate. En die gaat dat voor jou doen. En die gaat dat nog doen, man. Ja, maat. Ah, en gaat die nog verkopen. En dan ben je als 12-jarig jongetje, je hebt nog niet eens een fucking volledig developed prefrontal cortex. Jij weet nog niet eens wat de fuck dat je doet met jouw beslissingen. En ineens heb je geen dick meer, maat. Kut leven. Nee, Sam, weet je nog niet eens, is dat nice om dit naar te gebruiken. Big facts. En het zijn ook altijd, no offense naar die persoon uiteindelijk, maar het zijn ook altijd de gekkies, toch? Anders. De gekkies die zo... Als ik het beter moet verwoorden, de buitengesloten of de meer... Yeah. De lone wolves. Het zijn meer de lone wolves. The not hurt people meestal. Of ik weet niet. Als mijn kind naar school gaat en er is man, vrouw, wc... voor invaliden en nog eentje, dan komt daar niet binnen. Nee, katholieke school, man. Katholieke school voor life. Katholieke school. Welke school ben je gegaan vroeger? Ik ging eerst naar. Goh, ik ben gewild. Ik heb echt zo 10-9 school gehad. Man. Ja, ik ook, man. Ik heb fucking veel school. Ik begon bij, denk ik, De Spiegel, dan Leonardo Lyceum. Dan ben ik naar Sint-Lievens gegaan. Dat ben ik naar Katia Eker gegaan. Sint School de Lieve. Ik heb puist ingehad. Sissa en waarschijnlijk nog twee scholen vergeten. Of zo, maar. En Sissa het langste dan? Puistien het langste. Puistien het langste. Waarom eigenlijk? Het was echt een chill school, zo vrij. Bro, je mocht daar als een gothic aankomen. Ik zeg het je eerlijk, als er een LGBTQ school was, dan was het wel die. Ja, want het maakte gewoon niet uit. Waarom? Sissa ook, ook wel, toch? Ja, het is zo'n kunstschool. Fuck zo'n tijd. Iedereen smokt. Iedereen is open-minded. Daar is mijn creativiteit een beetje gebloemd, weet je, omdat ik daar gewoon mocht zijn wie ik wou. En ja, man, ik ben daar een beetje wel dankbaar, man. Dat is naar die school. Ze moeten het wel stimuleren, maar ze moeten het ook nog wel een beetje in banen trekken. Want als je iedereen helemaal loslaat, dan krijg je dit, toch? Maar het is als je al ergens tegenin gaat, toch? Je zegt ook, oh, we moeten oppassen. Want dit, het is nog maar als je ergens een mening over hebt of iets, je moet dan gecanceld worden of je moet al direct helemaal afgetakeld worden. En niet haten, je moet een nieuwe persoon zijn, toch? Je moet dingen accepteren. Nee. Er zijn grenzen, toch? Stel je voor, je jouw zoon of dochter wilt... Kom, nee. Tell me. Hey, I don't know, man. Jullie weten wat ik bedoel, man. Wat doe je dan? Ja. De zoon zegt, fuck it, daddy. I don't feel this dick anymore. I want to get it. Ik denk, I want to get myself a new toy.
Ja. Ligt eraan hoe oud dat hij is, maar nee, misschien moet hij gewoon even... Rehabilitatiekamp in de jungle, man. Daarom, even naar buitenland, even gewoon... away from Western society, gewoon even terug recalibrate en dan over 2 jaar komt hij terug en dan mag hij beslissingen nemen. Oké, okay, ja, voor mij is er wel een bepaalde leeftijd zijn, toch? Dus, ja, dus als hij echt nog in de 20s, 30, nog steeds met die dingen... Oké, kijk, maar voor mij, voordat zo'n volwassen mind is geschept... voor 21 misschien. Bro, heb je 21, dan mag je nog steeds dom op. Ja, al wel, daarom toch. Kijk, eigenlijk toen... 25, vanaf nog 25. Steeds, bro, nog ja, maar dan, ja, gemiddeld gezien is jouw prefrontal cortex is nog aan het developen tot 25. Ja, ja, klopt. Dus. Nee, inderdaad. Gemiddeld 25, gezien, toch? Kijk, die mensen die al zo 12 jaar zo niet weten, je weet nog niks, daarom. Hou je bek en leef gewoon nog even, toch? Je weet echt nog niks. Wat about een zoon of dochter die oud genoeg is dan? Like, zou je die gewoon laten doen? Zou je die kunnen accepteren, denk je? Kijk, like, ik, Sofianus, als je het mij vraagt, ja, fuck it, bro. Jij wilt queer zijn, whatever, bro. I made you, bro. Ik ga jou niet. What the fuck? Het is wat het is. Ik ben misschien niet blij, maar... Ik maak mijn 2.0 hier niet. Ik maak iemand die zichzelf mag zijn, weet je? Ja, daarom. Mooi gezegd. Mooi gezegd. Ik ga maar geen uitspraak doen. Is het soft voor? Is het soft voor? Maar trust me, ik ben ook gewoon aware van... dit is de wereld waar we in leven. Beter ben je daarop prepared. Because when that shit lands on your front door, bro... Ja, man, je bent een man. Je bent geen... Ja, dat vind ik ook. Je moet ook weer je kinderen dan gaan beschermen van al die shit wat ze nu zomaar in zijn gezicht gooien. Ik zeg het je eerlijk, mijn zoon mag gay zijn, whatever. Hij gaat leren vechten. Fuck it. Zo ja, ik best zo, bro. Ja, dat moet zeker. Ja. Je gaat, kinderen van tegenwoordig moeten ook echt... gewoon van alles geprotect worden. Of baby's dan, toch? Ik volg... veel die Revive Health Center in Sint-Niklaas en daar Machtel Raman, zij is ook vrouw van Maarten Bouwens, die Jiu-Jitsu Black Belt Champ is eigenlijk in België. En basically, die hebben ook een kind, denk ik nu 2 jaar of zo rond die leeftijd. En zij vertelt echt dagelijks over hoe veel struggle dat zij ondervindt om haar kind gewoon goede voeding te geven. Zelfs de babymelk dat je tegenwoordig koopt, tot de babykoeken, alles zit rotzooi in, toch? En dus de kinderen reageren daar slecht op. Het is daarom dat kinderen gewoon vanaf jonge leeftijden allerlei allergieën beginnen te vormen, toch? Ja. Terwijl dat vroeger was dat helemaal niet zo. Mm-hmm. Maar nu geven wij gewoon zo'n slechte voeding. Ik wil zeggen, die guest van vorige week, Benoit, die doet dat echt op een top manier. Dat is de gast die wij vorige week hadden. Hij heeft nu ook 2 kinderen. Eentje van 0 jaar, eentje van 2 jaar. Maar die gast die is ook super aware van heel het systeem en alles dat ze willen doen, toch? En hij gaat ook zo ver. Samen met zijn vrouw is hij overeengekomen. Bijvoorbeeld de geboorte wordt thuis in een bad gedaan en zo. Snap je? Niet eens in een ziekenhuis met de begeleiding. Geen medicatie, dat soort dingen. Allemaal gewoon healthy dingen. Geen schermtijd en zo, weet je wel. Allemaal gewoon hoe je echt een kind eigenlijk zou moeten opvoeden. Klopt. Toch? En dan, ik vind dat wel remarkable. Ik vind dat wel geen schermtijd vooral, man. Ja, wat is het ding? Hoeveel ouders gooien nu gewoon een tablet bij kinderen in? En dat is het ding toch, daar waar we ook in andere episodes over gepraat hebben, met kinderen beschermen van dingen. Je maakt een kind, de eerste zoveel weken krijgt de vrouw vrij, om te zeggen, toch? Natuurlijk voor het kind te zijn. Mm-hmm. En aan een bepaalde tijd moet de beslissing genomen worden of de ouders blijven thuis. Of en je hebt dezelfde opvoeding in handen ergens. Of je gaat je kind naar de crash en uiteindelijk en weet ik veel wat. En jij gaat altijd maar werken. En uiteindelijk zijn de scholen en de social media en people around, toch, die ook al geïnfluenced worden door social media en weet ik veel wat. Daar wordt gehoord door dat geschetst, toch? Er is niet echt... Beide ouders altijd gaan werken en zo voor te kunnen surviven en zo. En er is geen opvoeding meer van de ouders rechtstreeks. En ze hebben ook niet veel meer te zeggen, toch? Een dom voorbeeld als ik kijk naar jongere kinderen die luisteren bekend niet meer naar hun ouders. Als ze meer naar Google aan het luisteren dan naar hun ouders, toch? Dat was ook nog een verschil, hè? Vroeger wisten jouw ouders alles. Ja. Dat was echt geen Google, hè? Als je een vraag had, dan ging je naar jouw moeder of naar jouw vader, toch? Vader, als het echt serieus was. Nu ga je naar fucking Google.
Die weet het beter dan jou, jij weet het beter dan jouw ouders. Oh, mijn klein neefje van 11 jaar weet dingen die hij niet zou moeten weten. Zeg het je eerlijk. Ja, ja, ja. I'm like, ah, oké, okay, cool. Cool. Schermtijd, bro. Je hebt gelijk daarin. Echt zo. Mm. Kort uitgelegd. Dat is echt belangrijk. Maar bro, wat doe je eraan? Wij zijn zelf ook Gen Z mensen. Ja. Ja, ja, ja. Wij zijn basically ook opgegroeid met dit scherm. Ik denk dat als wij 2 dagen ons gezin niet hebben, we worden ook allemaal gek. Bro. Het is zelfs zo diep. Ik denk mijn vinger heeft zichzelf aangepast. Ik weet niet, ik heb dat echt gehoord hè, van dat... Ja, dat sowieso, je bot... Ja, onze bot is zo een beetje aangepast aan letterlijk gsm's vasthouden. Weet je wat, ik heb ook eens gezien een test. Bijvoorbeeld als jij zegt, doe het beeld eens uit hoe jij belt. Hoe zou jij bellen? Zou jij zo bellen? Dus als jij het toch zo? Of? Ja. Kijk, ik zou zo doen, toch? Ja. Maar hij had nou een gsm vast. Maar als je die zou hebben, dan zou ik ook gewoon zo. Zou je zo doen, toch? Terwijl nu zitten die allemaal zo met die smartphone, toch? Snap je? Dat is allemaal een smartphone. Precies, iedereen heeft tekstvast of zo. Klopt. Als je nu aan het begin doen ze allemaal een smartphone vast. Terwijl wij doen allemaal nog zo. Facts. Snap je? Dat is wel gek. Maar we moeten eigenlijk wel een beetje afronden, want het begint ondertussen al 9:15. Ik had het zelf niet eens. Maar David komt vaker, dus voor de mensen die het een leuke podcast vonden. Hey David, ik denk wel. Kom maar. Nou man, was lekker man. Kom maar eens. Ja toch. Ik vervolg, ik was hard. Ja toch. Tot volgende week. Tot volgende week. Snelle einde. Yo's. Hoep. Ja toch.